Als het goed is. Ja, ja. Beeld. Hebben we melders? Yes. Beeld. Reclame. Oeh, ik kwam net weer in de lucht van. Ja, we hebben beeld. Beeld. Goeiedag hem. Goeiedag hem. Legend en de speakers. Goeiedag hem. Goeiedag hem. Legend, speaker, goeiedag. Goeiedag hem, zeg maar. Goeiedag hem. Goeiedag hem, legend. Wat is er leegbedij in het hak, Emusion? Ja, het doet ook wel een beetje zeer, eerlijk gezegd. Maar ja, het is even niet anders vernoemd, dames en heren. Nee. Home Alone. Yes. Ik zie al goeiedag heen. Mooi beeld, mooi meldens, mooi Emusion, zelfs 06 en speakers. Hans zegt mooi. En goedenavond. Mooi. En Chris is weer duivelshelder. Ik moet Maxima aanzetten. Ja hoor, doe ik. Teun die dacht dat een gorilla binnenviel, maar dat was Legend. Ja hoor. Die in de lucht kwam vallen. Nope. Boom. Ik had weer een goed weekend, jongens. Vertel. Ja, een dikke full pool en door Noor nog een keer de 98 meter. Zou wel. Jazeker. Oh, bliksemkaler. Ja. Ging mooi. Er was niks mis met. Nee, helemaal niks mis met. Ja, het weekend is ook zomaar weer voorbij, hè? Was dat vrijdag geopend? Nee, dat was vanmiddag was dat. Oh, dat was vanmiddag? Ja. Oh. Nou. Ja. Ging mooi. Nou snap ik hem niet. Ik ben hem nou ook weer. Oké. As we speak. Yes. As we speak. Alle machten. 74 zie ik staan. En wat hebben wij? 307. Bliksem, 307 kiekers alweer. Oh donders, 12. Hey, mooi. Alle machten. Ja. 312, oh, ja. Ik heb 150 van een dumpkes. Ja, helemaal goed, jongens. Ja, ik moet gelijk even met de deur in huis vallen. Boom, kleller. Net te hut, ja. Nee, die moet ik... Ja, oh. Juist. Nou ja, daar moet ik even met in huis vallen. Jongens, Co is er vernoemd niet bij. Dat is mijn schuld en zijn schuld. Het is mijn schuld omdat ik in quarantaine zit... En nou ja, dan kun je dat gewoon niet doen. En nee. Zijn schuld, zijn PC heeft nog geen eigen behuizing. Nee. Dus. Ja. Die is naar dakloos eigenlijk. Ja, dus beiden een beetje, nee, maar zonder gekheid. Ik heb Koos zit hier normaal altijd in de studio, maar omdat ik nog in quarantaine zit, is het dus niet mogelijk om hem hier er nou bij te hebben vernoemd. Als het goed is, ben ik ga morgen weer aan de gang. Dus en hebben we mekaar tegen mekaar gezegd, hey, anders gaan Co en ik met een beiden misschien komende week ergens een keertje met z'n tweeën op Twitch. Kun je rekenen? Ja, dat gaan we proberen. Oké. Okay. Ja. Wat voor game gaan we dan doen? Famens. Oh, ik denk GTA of zo. Ja. GTA? Ja, wat anders. Nee, als ik GTA doe, dan raid ik wel naar Wimpy. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dan ben we door. Dan hoef ik dat niet te doen. Nee. Heb je weer corona? Nee, ik heb voor het eerst corona van de afgelopen week had ik corona, ja. En de vrouw en Chris voor de tweede keer. En Matthijs is gelukkig nog vrij van corona. Dat moet ook, want hij wil dinsdag met alle geweld naar het schoolreisje. Ja. Dus. Ja, maar. Dat wil hij niet missen. Nee. Marcel Habert denkt dat corona niet meer bestond. Nou, het is ernaar. Dat valt tegen, Marcel. Dit was de Orbitrol variant. Omicron variant, sorry. Dus kan Co de stream meekijken via Discord Voice? Hebben we toch een beetje Co. Dat had allemaal gekund, maar levende lijf is altijd mooier. Hè? Maar dan maar even zo. Hè? Er ook even een keer een weekendje vrij. Is ook bijna nog niet gebeurd, dit, hè? Nee, het is voor het eerst een fucking TV'tje. Ja, ik heb me hartstikke niet heugen dat het zo gebeurd is afgelopen 5, 6, 7 jaar. Door moeten we misschien wel in bijvermelden.
René van Alderloo, vijf. Superchat! Sterkte dan maar in huizen Emus. Sterkte daar maar één in huizen Emus. Miskant nu één keer serieus. Sorry, Koop. Nou ja. René. Hoe's lief. Ja. Nee, maar die Chandelier die trekt geen worst van... Oh nee, dan probeer ik ook de code te doen. Nee, maar jongens, bedankt René. En we gaan... Oh, we doen Wolst nog wat zeggen, maar we werden integreerd. Ja, nee, dit ging over dat in de Discord en dat soort dingen. Maar ja. Als je met wil doen, dan moet je toch eigenlijk in de Teamspeak zitten. Want anders heb je... Ja. Naar en YouTube toe heb je veel te lang delay, zeg maar. Precies. Oh ja. Maar ja, dan doe je niet mooi mee in het gesprek, zeg maar. Nee, nou, hij had de Teamspeak app kunnen downloaden, maar die is er volgens mij ook in de telefoonversie. Maar oh, dat veel te veel poeha wilden we niet als nee. Co erbij, dan is het met de Poggel erbij en niet met de Voice. Zo is. Anders draai ik, wacht even, misschien draaide de stoel nog om met de Voice. Nee, weinig beweging achter me. Dus jongens, we gaan eerst een introotje doen, dan gaan we even een strandje, dames en heren. Yo. Met de Legend 06 en de Jelle Day Speaker. Farming Simulator op de zondag om. Of het touw door de week, joh, het is versloomd. Gas, Mion. Gas, Mion. Gas, Mion. Tip en neem muzico op de trekken, Mion. Bammer de bammer de bam bam bam. En ik ben veel te groot, te klein, zo is goed. Jongens. Een machtige intro, hè? Ja, schitterend. Mooi, hè? We kennen niet genoeg van Greg. Oh. Wat wil ik zeggen? Oh, dat moet ik nog even direct... Ik kreeg direct een melding uit Bellingwolde. Ons Thijs, die wel eens in de chat zit, die heeft met zijn TikTok-tracker toch even vierde geworden in de elftonsklasse. Dames en heren. Ja. Wat zei je, Jelle? Vlagwerder vandoor, hè? Ja. Ja. Super, gefeliciteerd. En de Duits 6180, ja. die had het over het sleutelen van de legend van Guster. Nou. Daar heb ik nog geen verslag van gehad. En daar komt natuurlijk ook geen vlog van. Want Emus zat natuurlijk kat in de ene. Ja, nee, precies. Ja, joh. Dus hoe is dat volgens? Ik had even wist ook naar te pakken, hoor. Ja. Wat nou dan? Ja, we gaan hem ook even starten naar het einde van de dag. We gaan een hele dag met de trekker bij het eind van de dag loopt. Oh, dat is mooi. Nee, dat moet niet. Maar hoe ver ben ik kom? Ja, vertel. Nou, we zijn met... gewichtbok bij de West en met de boombouw voor of de onderbouw voor de stoel en voor de beugel. Ja. Dus maar dat kan nou in de farm. Dat is in zoverre klaar. Oké, Jorian. Oeh, Jorian doet 3 donatie, maar als tekst staat eronder met een hartje erbij voor Elise. Ah. Oh. Lexicotus. Jorian, wat borrelt er iets? Mooi man, dankjewel Jorian. Pas ding, ja, dat maar nou zoals Kams op Duits en 1680 ook zei, de zuur ligt nog in rood. Dus ja, dat motorische gedeelte, dat kennen we nog niet, maar anders leg. Ja, dat jammer. Is jammer. Ja. Dat is jammer. Rondje chat, G. Kosters, goedenavond, groetjes uit Dedemsvaart. Goeiedag, heem Kosters. Max de dokter, wat vond van de wedstrijd gisteren? Gisteren. Oh, voetbal. Ja, ik vond het een mooie wedstrijd. Het werd uitgesteld, dus ze hebben wel lust het nog. Maar ik zei, ik was nog niet kloor met mijn koolzoor op Twitch. Maar toen hebben ze nog gewoon helemaal wacht. Maar 1-0 voor Real. En ik ben klein, een beetje... Nou, ik vind man als Benzema, dat ben toch ook wel karakter en dit en dat. Dus ik vond dat wel mooi. Ja. Wacht even, wat heb je vandoor gelezen? Nu.nl, de Telegraaf.nl? Ik heb de wedstrijd van A tot Z gezien, Jelle D. Speaker. Dat meest niet. Ja, want nou, Matthijs is helemaal fan van voetbal, ja. Oké. Dus ik had hem beloofd
ik ga met jou de Champions League finale zien. Dus bij hem, ja, met mijn koor zien. Oh, mooi man. Ja. En wie waren dat nou? Madrid en Boracay United? Nee, VVV Boracay. Nee, Boracay United. Jorian. Doet nogmaals een euro erachteraan en die zegt... Maar ook voor Rudolf en Jacoba, hartjes, mijn ouders. Ah, liefde, liefde, liefde. Nee, het was Real Madrid tegen Liverpool. Ja. Oh, dat is ook niet tegen Luxemburg, mijn boys. Nee, maar dan hoor je... Die dingen is ook met. Die voetbal bij Liverpool, toch? Virgil van Dijk, of niet? Ja, deed ook mee. Ja, kijk. Ja, maar nog een hele goede verdediger, hè? Maar de uitblinker van de wedstrijd was Courtois, de keeper van Real. Die is de held van de dag. Ongelooflijk. Courtois, die deed niet mee. Dit was Courtois. Courtois, ja. Courtois, die stond zat op een bank. Ja. In twee draaien. Wat een invaller. Nee, maar hem die beelden nog zien van buiten het stadion. Ja, ja. Wat voor chaos het daar was. Een chaos, ja. Er zaten heel veel mensen zonder koordje in de stadion en met koordje buiten het stadion. En dat was een bende. En dan hadden ze expres al naar Parijs verploord. Omdat Sint-Petersburg zult eerst. Maar dat nou, om veiligheid en dit en dat. En om organisatorische redenen hebben ze dat zo door. Nou, niet veel beter op worden. Helemaal nergens op. Nee. Maar, en als je kijkt over wat voor hekken die mensen hier... Ja, joh. Goeie dag even. Aas open, hè. Ho, verschrikkelijk. Aas open. Oh, die waren niet door de deur gewoon. Nee, die waren niet door de potjes gewoon. Nee. Maar goed. Die klommen over hekken heen. Ik denk dat App Sonderland door niet eens overheen klimmen kan. En deze jongen, die waren er zomaar over. Ja. Zo lenig. En een mooie race, zegt Kars Visser. Ja, dat was wel ook wel weer een langdurige toestand, niet? Heitig, Kil. En ja, ik vond het mooiste van de hele race is dat Alonso echt de hele meute ophiel. Ongelooflijk. Ja. ik heb er niet alles van metgekregen, want we hadden een visite vanmiddag. Maar... Je zag op de minimap, hè, dan zie je al die stipjes rieden van op akkoord, ja. Ja. Van alle ridders. En dan zag je op een gegeven moment de vier vooraan. Max en de beide Ferraris en de beide Red Bulls. En toen zag je verderop Alonso met allemaal stipjes de stief achteraan. Oké. Okay. Ja. Ja, en helaas, 4K lijkt Lude in die 500. Ja, dat is een beetje sneeuwaak, ja. Die zag ik net even. Ik denk, ik wil nog even een paar tellen kijken. Maar toen vloog hij ook net uit bocht 2. Dat is jammer. Ja, dat was sneeuwwaak. Dat is sneeuwwaak, ja. Terwijl hij was tweede of derde kwaliteit, toch? Ja. Dat is knap werk. Grosjean gecrashed op Indy, net als 4K. Oh, Grosjean ook? Ach, oké. Wat staat er vandaag op het programma? Poep, ten eerste. En bij design? Nou ja, verder nog eens even kijken. Ik zit nu in de nieuwe stijl die we u de morgen hebben. Jelle Zedine Johnny. We straks ook nog even mogen. Goeiedag, een mannen. Ik had jullie verteld van de gesprekken van dinsdag. Nou, die kantoorpikkies willen niks. Dus met andere woorden, zak de stront in met je problemen. Tegenwoordig willen de gemeente Dalfsen helemaal niks. Maak er wat moois van, mannen. GR 1455. Och, hedendag. Ach, jongen. Oh, ik wil me. Lucht je hart, lucht je hart. Sterkte de Merkel. Ik weet nog iemand met veel invloed in Dalfsen. Of hij kan ze in ieder geval allemaal dronken kringen in Dalfsen. Ja, dat zeker. Kalm aan, hè? Kalm aan. Kalm aan. Ja, maar er zit maar 2% of zo in. Ja, maar Strave Hendrik, die redden me mee. Ben je zwaar wolde? Zo is maar 14, dankjewel, joh. Hey, Eddie Alving, goeiedag. Hey, Eddie. Is de groeten van mijn zoon. Ik kreeg een appje van Chris. Groeten van Fort Museum. Ik zei, wat? Hoe dan? Scharpenhof lid voor 13 maand. Wat doet de tijd toch weer vliegen?
Waarom je niet gewix? Maar Eddie, wat doest u helemaal door zo met jou? En Chris zei van, nou, hoe heet hij van Horsenberg? Jos? Jos. Die zei, ah, Eddie. Dus hij komt, je hem kent mijn koor ook gewoon. Dus ik denk, oh, oké. Oké. Oh, Jim Ossemier, die heeft een Karmic D326 gekocht. Hoe donders. En hij gaat van de week naar Amelands. Oh, leuk. Doe ze door hem de groet niet, hè? Dan kennen ze me vast nog wel. Op schoolkamp, aha. Ja. Gaaf. Oh, Eddie zegt al, je hoort een klant bij Hazenberg. Nou, leuk, ja. Wat weer een toeval, ja. Maar nou is de grote vraag. Het Eddie ook in de horen had dat hij Chris doordrongen heeft. Want hij zei tegen Chris, doe de groet in mijn pa. Doe maar vat, zeg maar vatmuseum. Oké. En Chris zei van, wat? hij zei van, hey, mooi Chris, hoe weet jij mijn naam? Ja. Zoiets. Oké. Dus, leuk. Mooi man. Ja. Ik me vroeg of wij ook bij het normaal in lachen best ben. Nee. Nee. Doe normaal. Kon we niet wachten. Nee. Goedenavond, man. Groeten Dalsen, zegt Jacco de Rijk. Goeiedag, Jacco. Hey, Jacco. De Klaas zich had ik wel niet gekend, alleen dat mijn vrouw moest werken en ik mocht niet zonder haar doorheen. Nee. Op straffen van een echtscheiding. Ze zegt, doe gijs door niet alleen heen. Oh? Nee, maar doen moest ook fietsen. Ja, dat heb ik ook nog, maar ja, als vrouwtje vrij was west, dan waren we wel een lachend toeval. Oh. Dan had dat wel even boven het fietsen. Meer prioriteit nou. Maar ja, goed, het fietsen was ook machtig, legend. Nou, dat goed maken, jongen. Ja, nee, daar was niks mis met. En Renard zegt, kom even weer naar een koekeloeren sinds een lange 3 maanden niet kijken. Ach, kerel, wat leuk dat er wel weer bist, jong. Hartstikke goed. Wat vinden jullie van Fort Eemhuis en Legend en Jelle? Nou, dan wil ik het nou niet over hem, maar... Vroeg er even een keer nodig hoe er ook bij is. De grote man van Fort is er op dit moment niet bij, dus... Nee, ik heb hem wel afgeraakt, maar ik kan hij niet verdedigen. Dus dat gaan we niet doen. Toch? Nee. Maar ik wil nog wel een vraag van de Witten Legend. Toen ik bij hem bij de post kwam, waren de gehaktballen toen al op of is die achterhond voor mij? Die waren nog onderweg. Oh. Toen was vuur te snel. Want ik was loter bij die tweede post en toen zei de aankoop van, nou dan kist hier een dikke ijsko kriegen als toetje naar de gehaktbal. Ik zei bliksem. Waar had ik die gehaktbal moeten krijgen? Ja, hij zei, ben je jongens door. Dat was niet zo netjes van aankoop. Nou, ik zei, verdikke niet. Ik zei, je bent een superjet! Superjet? Was vast superjet. Een verspreking. Iemand veel invloed, iemand veel onder invloed. Had je het goed? Iemand die veel invloed heeft in Dalfsen. Als je het over mij had, dan is het meer veel onder invloed. Ja, dat bedoel ik. Bierglazen. Ja hoor. Goeiedag, hè, Peter. Jan van de Elsen, die kijkt ook met vanuit Zeeland, Noord-Brabant. Goeiedag, hè. Dan mooi in de fiets. Nou. En Emu is volgens mij heb je ook eindelijk kronings. Heb ik ook eindelijk. Oh ja, Jas. We hebben mijn mond er toch allemaal een keer aan gelopen, blikboor. 4 juni trekken Renze mijn geest. Dan waren er ook komen, zegt Marco Lai. Nou, ik niet. Maar. Moet je naar de rest doen, man. Ik ook niet. 4 juni. Dat is aankomende zaterdag, denk ik, hè? Nee, ja. Dat is Pegasus. De gewone leek. Pegasus maakt. Ja, en ik heb hier een in huis die wil zotter aan het drachten. Waar moet hij door? Door het feest van het Drachter Piratenteam. Nee, toch? Oh, jee. Maar ja. Ik wil eigenlijk naar Leek. maar ik zag net Broek
de Insta delen. Dankjewel, Broek. Ik heb nu ook Max met uitroepteken Insta. Ik ben een nieuwe Instagram-account. Begonnen! Jessepot! Doet drie en zegt... Mooi heim. Goeiedag, Jesse. Goeiedag, heim. Dankjewel. Dankjewel voor je bedrijf. Ik ben naar Jordi de Boer. U kan hard. Kijk. Goeiedag, heim, kerel. Goeiedag, heim, Jordi. Is Legend al aan het strand, joh? Ik weet niet. Welke moet nog meer doen? Hier ging over. Wordt er nou nog iets? Die is 50% bemest, zag ik. Ja, maar als er meer op kan, dan blaaf maar vol. Blaaf maar in, boer. Legend al een strandje hangt, die heeft zwit voor de kapstaan. Met strand? Wie doet dit? Robin Kruid doet een euro. Dankjewel, jongen. Je mag gerust een beetje tekst bij, hè? Dankjewel, Robin, joh. Super. Superchat, of nee? Ja, superchat. Wat zei ik dan? Cheers. Nee, ik weet niet waar toen geweest. Ja, dat was een superchat, sorry. Kijk, Joop Damstra die kijkt met u het Egmond aan zee. Man, wat een internationaal gedoe hier. Ja. En doen we bij de 300 duimpjes hebben, daar ben wel heel veel trekkers. Ja, dat mag niet. Bij de 300 duimpjes hebben een rondje voor vanaf je kijkt, vanaf waar. Ja, is goed. Oeh, er zijn 205 duimpjes op dit moment. René van Alderen een superchat! 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 Lieve mensen, blaf de duim Dr. Aim op. Ah, lief. Doe de duim hem op. 217 duimpjes alweer en 444 tegelijkertijdige kijkers, jongens. Fantastisch. Dikke hype naar iedereen. Wij zijn bij een euro heen geen tekstregel. Oh! We net toch ook een euro met hartjes ook voor Parma. Ja, maar die moest ik voorlezen, hè? Maar dat was een donatie. Oh ja. 243, 252. Kijk, we komen wel aan die 300 toe. Jawel. Golden Cow, mooi Emus, kies die stijl niet even verwisselen voor een dikke fart. Na! Splinter na je profikacht. Weer niet goed. Ja, we gaan zo meteen Jelle en ik even omwisselen. Dan kunnen we gewoon ook even de Johnny even in de beeld hebben. Witte man, die zit in je gasten, kijk. Oh. Die ontkrekt tussen ons in, of niet? Nee. Oh. Nee, dat is Witte Willem. Pompa. Okay. Tekst, bla bla. Ja, dat kan wel met 100 bits. Via de cheer en Twitch. Oh ja. Tekst, bla bla, zegt Trans. Trans, hier is het. Hier op YouTube. Perez en Verstappen moeten zich melden bij de wedstrijdleiding. Ja, over die, ik hoorde net van speakers, over die pitstreep. Pit entry, of de exit. Ja. Pit exit. Oké. Okay. Ah, maar ja, wat wil je op die sliksbanden, op die natte bon, dat glippert en glijdt alle kanten uit natuurlijk. Dat kon je ook wel zien. Ik heb de onboard wel zien van toen er iedereen nou. En moet je maar langzaam maar in. Ik kijk vanuit Nijkerk. Oh ja. Agri, goed bezig. Je slang sleept op de grond, Emus. Gebeurt dat vaker? Patrick. Doe even. Dat kun je toch niet zeggen? Jongen, ik ben bij 10 en 3 poot, maar dat was niet meer. Maar Jordi Game Schuurman, die heeft een probleem, Emus. Die dit wordt. Ik kan niet vinden waar dat staat. Wacht even, Petter deed net de hakseloor. Dan hebben we toch een klein beetje kool. Dankjewel, Petter. Die deed hakseloor sound dingetje. Goed. Goed beter, denk je. Op Twitch. Jordi, je kan. Onder de chat staat, als het goed is, zo'n dollar dingetje. Dat is lid worden. Dat is lid worden. Maar, jongen. Ik moedig het niet aan. Het is superleuk. Maar alleen als je het kan, wil en mag, en laat dat duidelijk zijn. Ja, even voor het gevoel. Ja, precies. Even een stukje co-shot in de audio. Wat vind je de mooiste, trekker, zegt Sven Schepen? Oh, lachen, hè? Ik denk de 1046 van Westers. Zeker weet. Dikke comfortcabine erop. Bam. Gas. Ja. Flying JJ. Het klopt dat je ons ook wel eens op Twitch ziet. Ja.
Eemhuis meestal alleenig op Twitch? Nou, ook wel eens met een maatschapslid. Maar ook wel eens met McCoy. Ja. Maar dat is, dat klopt, dat is hetzelfde kanaal, alleen dan op Twitch. Juist. Ja. Het broek is al lid voor 45 maanden. Goeiemorgen. Allemachtig, broek, dankjewel. Ja, topper. Of is het ook in zijn ballenbuurt best ben. Ja, dat ben ik ook weg te kennen. Ik heb te weinig, dat geeft niks aan. Als je een duimpje doet, jongen, dat waarderen we ook enorm. Dat is ook super, kerel. Ja, hoor. De Night Racer doet de 26e maand er even in. Bam. Goed bezig. Kans die vraag, mag ik omburen aan het overnemen? Ja. Bist u Neemstra? Oh, goeiedag, hoor. Ik zat vandaag een oude stream te kijken van jullie en ik hoor Eemhuis daar nog zo zeggen: er komt nooit een cam. Als jullie mijn kop willen zien, moet je mij op Insta volgen. Haha, en kijk nu dan alweer jaren met een cam liver bij GR1455. Zo is. Ja hoor. Ja. Mensen willen toch je kop zien. Dat is toch. Niet dat de stream zo beter op band. Nee, maar het hoort er een beetje bij. Ja, klopt hè. Dat is mijn speakers nou ook zo op Twitch. Zit die ook op Twitch? Ja, die zit ook op Twitch. Dat meent niet. Ja. Wat doet hij dan? Studio release of zo. Zoiets. Oké. Okay. Moet hij ook zo nodig met doen? Ja. Probeer meld die groen niet proberen eruit. Nou, dat weg. Ja. Dat geeft niks. Golden Cow die vraagt als ze niet wat voor doen moet. Nou, ja, dat zei je. Dat zei je net ook al. Ja, maar we willen gewoon een leuke stream hebben deze keer. Ik wil niet sleutelen vanavond. Oh, grapje. Vlieg nu met Flight Sim in 6 na vanaf Eelde boven Brenden. Oh. Het is onvermijdelijk, nadeel van een dikke kop zoals ik, moet je een breed beeld cam hebben. Klopt, hè? Of gewoon een cam heel ver wegzetten, dat heb ik. Ik ken er nou niet bij, zeg maar. Goed bezig, hè? Ik heb een co-cam, eigenlijk. Ik, ja, uiteindelijk heb ik een co-cam, voor mijn neus. Bij mij staat alleen superchat verzenden en supersticker verzenden. Wat moet ik doen? Ja. Oh, ja. Oh. Johan Dersen, dankjewel voor je drieën. Zeg, mooi jongens, ik ben er even bij. Heb even twee vrije uurtjes van mijn advocaat gekregen. Dus ik ben... Wacht even, even kap de bie. Dus ben er weer even bij. Maak er wat van. Groeten Johan. Dat is mooi. Dat is mooi dat Johan ook met kijkt. Allemaal ja. Beroemdheden kijken gewoon mee. En Johan Dersen... Uit Grol. Die had vorige week ook... gedoneerd toen ik net met een serieus prootje bezig was. En toen zei ik bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld, hey, Jesse Pat, zometeen, ik zeg zometeen, ja? Ik zeg ik zometeen nemen. Heb ik nooit nog. Dus Johan Derksen, nog sorry voor vorige week, maar ik heb dat nooit voorgelezen. En dat ben ik niet van, maar goed, dat is me een keer ontschoten. Jesse Pot, daarentegen, dankjewel voor je euro. Hij heeft er namelijk geen tekst bij, dus die hoef ik dan weer niet verder te lezen. Nieuw Fishing NL doet ook een begroeten van uw lutje gast. Oké. Wel ben je dan wel nice? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, ik ook niet. Broek, dat wil ik ook helemaal terugkomen. Zit Jordi op de mobiel? Aha, Jordi, heb jij een laptop of iets dergelijks dat je daarop kan inloggen en hem kijken? Maar dan heb je meer mogelijkheden. En er staat in de beschrijving, als ik me niet vergis, ja, kan ik nou niet zien, een link om lid te worden via mobiel. Maar goed, dan moet je even kijken. Maar nogmaals, alleen als je wil, mag en kan. Hey, kun je een oude Unimog gebruiken op deze map? Heb de duim er al opgeknald.
Oh, die oude Unie mag, als ze er waren, joh, het is machtig. Want ik hoorde, gisteren was ik nog helemaal op Twist. Toen zei er een van, ik mis een MB-track. Ja, verdikker, dat is ook zo. We hebben helemaal nog geen MB-track in de game. Ja, ik mis de Unie mag ook, hoor. Ja, ja. Is een mooi ding. Die Jordi, man. Hi, Jack. Nou, kijk, heb ik het wel goed? Johan Derksen doet namelijk nog een euro. Het wordt je vergeven, meneer Emus. Ik wil graag nog wel even weten hoe het met meneer Schotten is. Nou, dan moet ik hem bellen. Met meneer Schotten is het prima, maar we hebben dus overlegd, Johan, dat de voetbal en site van Olmde is zonder Mr. Kojot. Omdat ik in quarantaine nog zit. En ja, dan mag hij er eigenlijk even niet bij op dit moment. Nee. De fanserver is wel een MB-track. Ja, ja, maar dat zei ik gisteren ook nog in de stream. De fanserver heeft wel een storm. Dus nou, ik zal zo inloggen en die MB-track erbij in doen kennen. Maar goed. Dat zal ik doen. Man, hey, rust. Ik ga een rust opzoeken. Morgen om 3:30 de wekker. Arrivederci, JJ. Ja. Oh, kerel. Lekker slapen, jongen. En ik heb jou morgenavond, toch? Buenas noches, toch? Of niet? Wat is dat in het Spaans? Oh nee, dat is Portugees. Moet een erg voor? Spanje. Ja. Spanje. Oh, kerel. Ja. Ja. Hij gaat morgen eerst even anderhalf uur of twee uur in een rij staan op Schiphol, denk ik. Peur dat het vliegtuig niet kan, want hij zoekt de drukte wel op, heb ik het idee. Oké. Okay. Ja. Morgen gaan we iets proberen. Ja, 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 helemaal goed. Oké. Okay. Nou, blijf contact met Spanje? Ja. We doen een hele dure manier van VPN-oplossing misschien. Maar dat bliksem. Dat is technisch brood misschien. Maar. Ja. Nee, gewoon maar gaan proberen. Oppers zegt, Emus en de Maas zijn de beste. Oh. Zie. Kom eens zeggen. Wel, Oppers. Dat is praat. Jee, goede reis en zet hem op. Je moet de hele dag in de fabriek zitten, zei hij niet. De hele dag door ergens. Oh, wat ik wil. Wil ik hem zo mee behandelen dan? Of, Ja, maar je moet om 3:30, 1:30 vliegen. Ja, dat is er net op dit. Nieuwe volger op Twitch, DaanVis13. Goeiedag, goed bezig. Hoi Emus, ik vind dat jullie maken mooie video's, denk ik. Zo mooi ben, Hendrik. Deadly Gamer 161. Doe 3 euro en zeg. Vol gas stronddraaien. Mooiste werk wat er is. Ga zo door, mannen. Ja hoor. Haha. Even kijken. 498 aan het kijken op dit moment. En nog maar 287 duimpjes. Oh, blaf die duim in blauw, mensen. Want nou, dan kringen we een plaatsnaamrondje. Oh, plaatsnaamrondje, ja. Ja toch, plaatsnaamrondje is wel legend groot. Hendrik zegt nogmaals, ik ben geabonneerd. Goed zo. Vind ik leuk. Tien dank. Hey Muus, ik kijk elke zondag leuke... Mooi man. Dat is natuurlijk jammer voor u, dus hier nog een klein bedrag voor u, zodat u hier weer een biertje van kan kopen op het terras, zodra u weer uit quarantaine bent, GRT Johan. Leuk. Die Derksen, dat is de mens dan nog niet, hè? Nee. We hebben vroeger een beetje stout, maar verder was niks. 309 duimpjes. Goed zo. Ja, 300 toven. 313 heb ik al. Nou, 06 wil gewoon graag die plus nog meten. Noem ze maar op. Gelderland. Nice. Hellendoorden. Mooi. Troppel. Stadskanaal, Alkmaar, Haaksberg, Den Bosch, Zuidmuizen, Apeldoorn, Hollewijk, Nieuw-Fun, Nieuw-Ballingen, ik ben nog maar kwijt, Spiekeboer, Drenthe,
café Keerpuntje. Oh. De La Delversen. Oeh, Keerpuntje en een lekker borreltje, jongens. Ex-Drenthe, Nijkerk, Noordburgen, Marlijns, Emmeloord. Montfoort, Nijverdal, Zwolle, Laan, Denenkamp, Pieterziel, Drachen, Fries, Nijleuzen, Ureterp, Amsterdam, Elspeet, Appel, Dirksland, Tolbert, Nijkerk nog een keer, Noordburgum, Noordschaanwoude, Nieuwscheemda, Harderwijk, Uddam, Seruzum, Stadskanaal, Nijscheem, Feest, Barlo, Maldegum ook nog. Zwolle, Olhoof, Oostjoor, Schotland. Niet te doen. Achterhoek, Egmond, AC, Wandsel, België, Mest, Reeg. Oké. Okay. Borgen, Maas, Hees, Valtemond, Aandijk, Drieborg, Waakborg, Stroobos, Onstwedde, Eeksterveen, Bijlen, Noord-Brabant, Turgem, Nijverdal, Dronten, Oldemark, Spijkenisse, Borgen, Fries, Brakel, Grijpskerk. De ene kant naar Middel, Steenberg, Wageningen, Mommels, Aalsmeer, buiten. Dit is net de topografie op. Kerkenveld, Rotterdam, Ruzum Openair. De ene kant Noord-Zeeland, Onnieuw-Zeeland, Noord-Brabant. Burgerkerol, Bijl, Driedorp, IJsselmuiden. Nou, jongens, zag hem ook naar. Ik heb weer dik verder gehad. Ademhalen, zo'n 14 seconden gaan. Roon, Meadow, Purten, Friesensveen, zo'n rest vanavond. Stilse, Patrick Orton, Driedorp, Bijl, gewoon in staat, Hengel, Vaakbar, Overgaan, Meadow, Harsen, Denenkamp, Baksel, Noord-Brabant, Limden, Bijl. Zo is goed. Hoeft niet allemaal, hè? Zo is goed. Dat ging best goed. Dick Wierig had echt gelijk. Heel het land zit naar één te kijken, klopt helemaal, hè? Ja, voilà. Hey! Ik wil hem graag nog wel om een gunst vragen, namelijk u moet even een klein bedrag doneren aan Stichting Keurkaars Uitgesproken Tom G.A.T. Johan. Sorry voor het soundje. Wie was daar? Wie deed dat? Toen die op Twitch erin zetten. Ja, er is een nieuwe erin kwam. Maar door deze Harm van Wierden een beetje onder de deur gewoon. Ik ga Harm van Wierden nog even overnieuw doen, jongens. Komt ie. Ik wil u graag nog wel om een gunst vragen. Namelijk, u moet even een klein bedrag doneren aan Stichting Geurkaars Uitgestoken Ton GRT Johan. Dankjewel, jongens. Dan even anderen doen een Superchat! Dikke hype voor de 06. Superchat! Die man die kent dat ermee. Dikke hype voor de 06. Ja. Dank je. En wie deed die WhatsApp dan? Deed je dat, Per? Ik denk het wel. Of Shadow Wings? Wat zag ik nou dan? Het ging dummer kunnen heen. Excuses. Oh Jordi, dan moet je even naar een pc toe gaan als je dat graag zou willen. Dan moet dat was Shadow Wings. Ja, maar Shadow Wings wel, hè? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Humpa, was speciaal voor jouw petten. Ja, precies. Sorry, Shadow Wings. Ik kan hem nu niet. Ik heb hem niet in de stream gezet. Speaker, nou ben we hier toch binnenkamer, hè? Ja. Zou we even wisselen? Oh, dat kan wel even. Maar dan kan ik ook even de Johnny laten zien. Moet ik GPS uitzetten of aanlaten? Nee, doe maar uit. Moet ik ook doen. Want anders zit in mijn koers GPS en dat heeft voor mij nog nooit waak. Oh nee. Plus 240 trouwens, between hooks. Oké. Die full pool show? Ja. Humpa, dank je Shadow Wings. Shadow Wings. Patrick Witteman doet een supertje. Oh, dit is ook wel. Dit trekt ook aan een leeuw trouwens. Jazeker. Koffie of HJ Legend gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Nou, ik heb een bak koffie en ik heb een waarschijnlijke kondeling.
Oh nee, ik ging een dubbel frisje doen. Roosevicé-sapje vandaag. Roosevicé-sapje? Wat is dit nou weer dan? Ja, een Roosevicé-sapje. Ja, en een keer wat anders. Ik zal krek zeggen, ik ben toch nooit psych? Nee, maar dat zien we daar ook internet mee. Ik moet ook een wat anders drink proberen, zei dokter, voor de hydratatie. Oh, kijk aan. Jongens, de Johnny, even gluten erbij. Oh, schitterend. Oh. Jesse Pot doet een euro en zegt... Ja, eindelijk een echte trekker. Kijk. Nou, bij deze jongen. Jasper Zier is... Nou, dat was van afgelopen donderdag. Had ik ook een streampie op Twitch. www.twitch.tv/emus, dames en heren. Wil je dat ook zien? Aan het einde hadden we het over films en dit en dat. Dan hadden we het over Scary Movie. En door zit dat in. Dat was... Oké. En toen had Matthijs me mij appt met WhatsApp. En Petter had me appt met WhatsApp. En daar heb ik door mijn compilatie van gemaakt. En die staat nou... Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Die is ook goed trouwens. Ja, maar, daar is ook niks mis mee. Maar goed, dat had even verholtje. Maar dat dus. Oké. Okay. Oh, die hebben dat allemaal ingesproken. Ja, Pat, Chris, ik en Matthijs. Oké. Okay. Dat is toch ook een regen legend? Cool. Ja, hè? Ja, maar. Ja. Dat is niet heus weer. Nee. Hebben we nou al genoeg rekening? Yes! Oh, goeiedag, school. Anonymous. Anonymous? Oh my, hebben we wel genoeg rekening gehad, hoor. Ja, lukt mij toch ook wel. Ik weet niet hoe de boeren erover denken. Ja, je bent een boer die graas naar het raam hebben, maar... Ja, dat snap ik ook wel niet. Nou, als het vanaf nu ook weer een beetje dreug wordt, dan wordt er weer als een malle gemaaid, natuurlijk. Ja. Pux, achtste maand, even terugkijken. Misschien 7 nog even. Oké. Het is kolder, het groeit momenteel niet hard. Nee, maar een beetje vocht er al in. En straks een beetje inmerking en overmerking krijgen we wat meer temperatuur, begreep ik. Ja, dan ga je altijd de grond doen. Dan gaat het weer mooi. Ja, dan gaat het hard. Genoeg regen gaat, anders gaat het gras veel te hard groeien. Ja, ik is met mijn mama schenen erachter. Nee. Ik heb gisteren ook nog trekt even maaid. Oh. Ik veel rekenen. Zie. Ik doe even mijn camera, jongens. Hè. Niet om de accu weer. Hier spreekt de advocaat van Johan Derksen. Ik moet dit bedrag van hem doneren omdat hij met zijn waterslang aan het spelen is. Dus bij deze GRC-advocaat. Wat is dit? Hij killed. Dankjewel, advocaat van Johan Derksen ook, hè? Ja, goed bezig. Hoge kring, kijk maar. Ja, bliksem. Hoeveel heb je hem in die tank? Ben het 18 kubus of 15? 13 heb ik erin. Oké, ja, ik riep met 15 en weer. Ik heb er... Doe eens een pins van waar, denk ik. Want wij zijn met 26 aan het lessen natuurlijk, hè? Ja! Hebben we hier straks maar genoeg die staan, hè? Ja, dat is de vraag. Jas! Thank you.
Jongens, dank u, dank u. Goed bezig, mensen. Wat een sound. Wat een sound. Maar Jesse Pot deed ook een euro, voordat ik die weer vergeet natuurlijk. Die Johan heeft genoeg geld, zegt Jesse. Ja, kill. Goed bezig, mensen. Ja, hoor. Goed bezig, dank u, dank u. Ja, Magic die zegt wel, er is toch een nieuwe bio 06. Ja, joh, we starmen in de bienen die hier staat. Verschrikkelijk. En mooi zo doorgaan. Ja. Trans, en we gaan los op Twist. Ja, er zal vast wel weer een hype-trein weten. Dit, nou. Vrouw Duursma is ook in de chat, ja. Ja, maar. Ze doet een plaatsnaam rondje. Moest even zeggen. Oh ja, lukt je gast. Moest even zeggen dat ze vervaren, man. Ik kon nog net het laatste erachteraan. Ja, dat liedje moest er erbij, hè? Lukt je gast. Ja, want ik kan niet wachten wanneer ik weer mag maaien bij de boogaard. Oh ja, oh ja. Door zo. Ze mag die bouwen weer gelukkig. Die zit halverwege de straat, hè. Ik pak hier nog heel veel internet. Anonymous? Ja. Ah, jongens. Claim. Anonymous, dankjewel voor je Deadly Gamer gifted richting op Twitch. Nah. Jongens, we zitten op YouTube. Kom maar. Je killed. Is er al een hype train? Denk ik wel. Is op komst volgens mij. Of nee, toch niet? Nou, denk het wel. Oh, toch wel. Oh ja, toch wel. Jongens. Hompa, de trein is weer vertrokken. Kijk, ja, dat bedoel ik. Niveau 2 is al 36%. Ja? Ja. Niet best. Dit is toch niet best? Hendriksen zit in de trein. Wat is dat? Hendriksen zit in de trein. Oké. Ah, maar die is hier direct niet, want die moet door de tunnel heen voordat er op deze kant is. Dus dat duurt alleen. Ja, dat is ook weer zo. Mooi plaatje, Ramon. Met die speaker op de achtergrond. Ja, parallel strontje is dit. Ja, hoor. Hey. Dat komt namelijk omdat we al onze voorkaartjes verkopen voor een mooie prijs. Dus bij deze hier je antwoord. Jongen. Derksen die had wat met zijn keers. Hompa. Nou, eerst een kaartje kopen dus. Hoop dat ik de trein nog haal. Oh jee. Oh, dat moest nou hier net bijden. Machtig. Ik ga hem langzaam. Ja, nee, doe maar. Ja, dit is voor het broek. Oh, misschien. Nee. Dat is niet voor broek. Op broek? Nee. Nee, die is net hekkenwissel. Ja, maar dat wil ik niet, want die zei net, dat is John Deere, dat wil niet. Oh, dat wil niet? Nou, nee. Achterkant misschien zo. Oh ja, dat misschien wel. Legend 06. Goed bezig. Een dikke fatty. Ja, man. Dank u, dank u. Dit waren even unieke beelden, Jelle. Prachtig. Ja, Hompa. Ramon, zijn PC is kapot. Allergie voor popping jonies. Hoi, kill, jongens. We gaan in actie. Ja, bergen, ja. Mijn adres, die vraag van waar gebruiken jullie de gifts voor? Oh, dat is een goede vraag. Dat staat toen wel uitleg, denk ik. Dat staat ook in de beschrijving. In de beschrijving, hè? Maar het is in principe continu is het upgrade hardware voor de maatschapsleden. En nou, de eerstvolgende optie is denk ik dat we met een eigen server willen bouwen. Eigen farming server, eigen TeamSpeak server en een eigen
Nou ja, diezelfde PC moet ook mijn audio nog weer tweaken en tunen. Dat het nog weer beter wordt. Ja. En ik denk de eerste volgende, ik denk Stream Deck voor de speakers. Maar ja, als je op Twitch zit, moet Stream Deck zijn. Ja, als je uit quarantaine bent, dan moet ik nog een keer een cursus van die hebben. Ja, ik regel voor die in mijn Stream Deck. Oh, is dat makkelijk? Ja, joh. Och, joh, ik kan niet zeggen. Ik heb hier 12 streamers om me heen zitten. Alle knoppen zijn bezet. Kijk. Waar gaan we heen? Is dat? Ja, dat vind ik niet. Dat wil ik daar vroeg. Ik denk, vlieg achter daar aan. Doe herskust dan aan de oogst van weg. Naast de boerderij, hè? Ja. Doe gewoon weer, speakers. Helder, hè? Ja, keurig. Ook bezig. Wat vind je van de nieuwe Kubota DLC? Ja, laat maar komen. Ik ben wel in voor een Kubota. Ja, vind ik leuk. Ja. Ja, wordt niks mis met. Als jij die ook wil bestellen, dames en heren, dan kan dat in de beschrijving straks, hè, of op de site, of weet ik veel wat. Als je dat bij Farming doet, dan partnercode EMUS, dan denkt Giants weer van, ja hoor, hij, zij weer. Ik ben er goed mee bezig. Ja. Ik heb hier die koolsoort eraf knipt, gestroopt nog. Ja, ik zag nog een keeper volstaan met koolsoort. Klopt. Maar toen moest ik echt uitscheiden, want de voetbal begon. Ja. Nou ja, was niet zo, want het was allemaal uitstel, want het stadion was nog niet vol. Jawel. Ja, met verkeerde mensen. Ja, met verkeerd volk. Gaan we dit perceel zo doen, of doen we dit perceel ja? Even kijken, hè? Zo. Hier. Oh ja, oh, dan wacht ik even op die. Maar dan moet ik ook even. Control S. Even chat, wat vind je van een Kubota? Ja, nou ja, dat. Wat voor mappie spelen jullie? Op dit moment de Drentse Vaart. Really soon. Maarten Daarneviel doet een euro en zegt: mooi Jesse, groetjes uit dezelfde straat als Beza. Leuk, ja. Ja, ik heb het. Vind me goed. Broek, bist er weer, hè? Oh, kijk toch. Hier door die bomen heen. Oh, vind ik dat mooie beelden, hè? Machtig. Schitterend. Oh, prachtig. Ook de Kim kan ook al tien weer aan, maar goed. De trein is gestrand, zegt Harm Flying Dutchman. Nou, beter dan. Val niet in het water, even, Musiciana. Nee, hij valt toe, joh. Weer. Ho, water. Ga mij helpen, hè. Ik ben weer uitgespeeld met mijn tuinslang, dus ga weer vrolijk verder kijken. Wat is dat? Kerel. Johan, dankjewel. Super. Dikke hype, Johan. Dikke hype. Dit is wel eer van je werk. Je ziet precies waar je werk bent. Ja, dit is wel makkelijk, hè? Niks mis mee. Mooie beelden, zegt Jeroen Bron. Ja toch, dit is toch prachtig. Twee man, sterk. Ach, Patrick, oh, sterkte, jongen. Nooit mooi als je oma komt te overlijden. Ach, ja. Wel een zeer respectabele leeftijd. Absoluut, ja. Absoluut. Gecondoleerd. Ja. Gecondoleerd, Patrick, jongen. Ik heb vandaag de Exceed robottrekker in het echt gezien. Die ziet er groot uit. Ja, mooi ding, Patrick. Dat is die, ja. Ik gewoon niet zeggen wat voor motor erin zit. Want dan ga je er een door zijn schoenen lopen, maar... Wat zit erin? Dus? Nee, toch? Ja. Nee, dat is een mooi ding. Ik denk, dat is ook echt de toekomst, dames en heren. Wat is dat?
Een autonome robot trekker. Oh! Okay. En die, nou ja, die kan, nou, callbacken, spitten, zeg maar. Ja. Zijden. Oh, en nou lakken ze door. Ik zal net zeggen, oh, nou, dan komt het net niet uit met de GPS-lien, denk ik. Ja, nou weer wel. Oké. Okay. Roy Halting doet de achtste en zegt mijn broertje aan Eepmuus gekregen, ga zo door. Hahaha, mooi zo, mooi zo. Kijk. Goed bezig. We hebben meer Altings. Ingrid zegt ook nog gecondoleerd. Van Ingrid Keramiek. Ah. Ja. Mooi dat je erbij bent, weg. Ja. Ja. Ik heb een app gestuurd, maar... Yes, man. Doe een euro en zeg, ik ga. Fijne avond. Ook zo, jongen. Bedankt. Fijne avond, jongen. René. Johan speelt zelf niet met zijn tuinslangetje, maar dat doen zijn advocaat voor EM. Goed bezig. Nou, dankjewel. Super. Maar is dit weekend allemaal... Bideen gehad, hé, muus. Nou, ik heb van de... leeg. Ik heb... ik heb niks gedaan eigenlijk. Het enige wat ik door heb is de bus achter u inzetten. En ik ben maar even met een schoonmaak geweest. Oh, kiek. Ja. Dat is ook wel een keer mooi. Ja, dat had ook hey, wel... Hé, Gritter. Goeiedag, zeg maar. Hey, Gritter. Had ook wel voldoening, maar het was ook wel een keer tijd. Ik heb vanmorgen even zwommen met Ingrid van Ingrid's Keramiek. Oh ja, gezellig, ja. Maar die had gisteren ook zwommen. En dat was iets spannender. Oh, wat had ze dan? Oh, die is met een auto het zwembad ingegaan. Die is met een auto te water gegaan. Ja, ik heb zo'n... Bedoeld? Oké. Okay. Ja. Met zo'n oefening in het zwembad. Ja, ze hadden ons allemaal uitnodigen, maar ik zei, dat begon ik niet aan. Nee, dat vreemd dat er zo'n brune was om eens in ineens. Wilde het hier melden, hoe vreemd ook, maar ik kijk elke zondagavond, voel toch als een soort familie. Patrick Otten vind ik lieve woorden van je, jongen. Super. Ja. En dat mooi, je dit mooie woorden. Een beetje voldoening geeft, nou hartstikke mooi toch. Absoluut. Dat vond ik wel met mijn oma ook, die is ook 92 man. Van Poyolen. En we dachten, nou, die wordt 150. Er was nooit met mij, maar keer er nooit meer naar. En zo in één keer. En dan ineens, hè? Ja. Boom. Er gebeurde waar er was iets en in één keer stond je. Ja. Stond je. Oh, door de jellen met een duizelig. Ja. Altijd met mijn oma zo, als we dan zondags even naar haar toe gingen. Elke keer. Mooi Peter, mooi Greetje, mooi Chris. En mooi, hoe is het ook alweer? Ja. Matthijs. Oh ja, Matthijs. Die week erop. Mooi Peter, mooi Greetje, mooi. En hoe is het ook alweer? Matthijs. Dat deze maar opzet zeker? Zo komt Matthijs niet rond. Ik weet niet waar hij was. Weet je zo rechtsom in je muis? Ja, prima. Je let je dat maandverbandje dat helpt tegen de bruine gloed. Ja, maar niet tegen de bruine gloed. Bewust die bak op schorkel van die old Johnny. Maar. Oh, ik hoor die hier voorbij kwam. Ja? Ja, ik sta achter de container. Oh, ik zit first person, ik zie niks. Ja. Pikke! Ah, goeiedag, zeg maar. Mooi trekkertje. Ja hoor. Nee, het was geen automatisch antwoord, Ingrid. Nee, het was een persoonlijk naar jou toe. Ik zag een melding en ik dacht, wacht even.
Ik heb jou even terug. Nee, was niet automatisch. Grap, hè? Grapje, hè? Nee, maar niet automatisch. Jasper is hier. Nou, die ga je maar lezen, die kon ik niet voorlezen. Danny Sand. Waar is je trekking head ding? Heb ik niet op. Omdat ik in de streams en dit en dat. Ik ben zo met mijn kop aan het zwaaien. Het is niet rustig op de beeld dan. En daar heb ik nog een ander plannetje voor. Maar diegene zit nou ook in onze teamspeak. Dus daar kan ik nou niet over begonnen. Dus. Fever. Ja. Oh. Zit hij in de fever? Ik pak hem ertussen in, Emus. Oh, ik ook. Oh. Ik pak dezelfde bonus toe, Hest. Oké. Okay. Oh, moet die container, moet er nog wat meer in? Gerco Koster, de regelingen. Mooi een net weer Gelderland gespeeld, maar niks aan. Nog. Ah, van Laanbeurt. Ja, weer Laanbeurt. Nou ja, ik hoorde dat de Gelderland map is donker. Dat is wat ik ervan weet. Maar ik verder. De velden zijn ook groter als hier. En wat vind ik nou zo leuk van hier? Die mooie kleine veldjes. Die mooie kleine veldjes, altijd wat anders en wat variatie in het spel. En dat vind ik zo grappig. Kijk, wij zaten vroeger ook wel op Canada en dit en dat. Nou, dat is ook wel, dat ook natuurlijk ook leuk. Maar als je dan op een Nederlandse map zit, ach, dan is, moet een veld niet te groot zijn. Nee. Nee, een Canada of een Amerika ding is leuk voor even een tussendeurtje. Ja, dat even een paar keer als je zit te wachten op een andere map, dat je weet dat er wat komt. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Maar dit is echt zo'n map, oh jongen, ik kan er intens onuitgeput van genieten. Ja. Maar mij zit bij een hang, ja. Ja. Ja, je moet op een gegeven moment een keer wat anders doen. Ja, maar. Nee, maar het is wel gelijk. Als toen, helemaal zoals ik had donderdag op Twitch ook nog even een ander hoekje pakt van de map. He, ik had een soort wat pet gehad. Ja, dat heb ik wel zien. Nou, dat is toch al even leuk. Niet water. Ja, dus dan heb je even een ander hoekje. Nou, daar ben beelden die je nog nooit eerder zien. Nee, klopt. Jan en El, de shader kan je wel verwijderen naar Gelderland, maar ik vind het zelf ook veel te groot en open. Ja, jij moet eigenlijk niet oordelen over de Gelderland map, Jan.nl, hè? Maar jij bent de maker van de Drentse map. Nee, maar goed, dat is ieder voor zich. Maar goed, ja, net wat ik zeg, ja, wij genieten nog steeds hier met volle teugen, dames en heren. Ja hoor. Dit zit er ook in, Spikkers. Dit gaat mijn rokels. Ja, is er nog meer, want ik ben aan de reed. En bij die stukken door boven, waar wij achter de zwienen hakken, hebben we dat ook al door? En door naast toe Seiden en Kummers in één keer, hè? Ja. Kunnen we dat nou nog bestronjen, hè? Oh, moet ik het even kijken? Hoe is mijn Emus? Daar zijn Milano Bruns. Goed, hè? Ik zit in quarantaine op dit moment. Laatste dag, hoor. Die ben half bemis. Zullen we door ze inrijden aan Spikkers? Ja hoor, goud. Oh, ik heb nog 10%. Kijk, ik ben erin vol, jij je. Ja, dat kan ik ook nog even doen. Ik heb nog nee. Dat was met die andere dan de hoe. Serieuze behouden. Met die container. Oh, om die tank doorheen te krijgen. Hey, je hebt tank mij leeg. Ja. Wat wil ik zeggen? Zo'n Amerikaanse map is leuk voor 20 meters pindapluggers. Nou ja, precies dat, Hendrix. Hé, nou gewoon ik de verkeer. Wie doet dit? Nee, ik zal dit drukken, vriend. Hé, hé! 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 Nee, wat? Dan geef ik in de kaart af. Ik ga het leeg.
Stop! Ik heb hem al leeg. Oh. Nou kan ik pas weer vol doen. Trok hem in de hele veng leeg. Ja, dat denk ik goed film, jongen. Want alle, dan moet ik met die container over de brug heen. Dat hoeft gelukkig niet om elkaar keuken, maar... En Danny Sand, jongen. Ja, Jan en El zitten in de chat, dames en heren. Maar hij zegt, stomme vraag waarschijnlijk. Zijn er plannen om deze map naar de console te krijgen? Ik vraag het op mijn knieën. Ja, snap ik. Snap ik helemaal. Moet je Jan.nl vragen. Misschien heeft die hem wel aanboden bij Science. Vandaag naar trekvlag werden geweest. Het waren toch meeste de 14's die het beste deden. De Pumas kon night out. Oh jee. Hè, jammer. Nee, onze Thijs met de TikTok-trekker Thijs. Die is vierde geworden. Dus ach, niet slecht. Niks mis met. Nou ja. Nee. Afgelopen week nog door de Rode School gekomen. Maar schijnbaar kunnen ze die rooiden aan de straatsteen niet kwijt. Dat is dan al aardig vol. Ja, dat is de roulatie, hè? Elke week weer een ander kabbeltje. Nee. Ik wil deze trekker niet hadden dan 16? Je belt al. Je kent met FS22 de cruise ingedrukt worden, hè? Of is het nog aan, de tank? Is het nog aan misschien? Ja, dat zal ik kennen. Even kijken wat hij nou doet. Kan ik in de spiegel zien of het klapt? Ja, het klapt toch? Ja. Wordt er nou ook een streep 100% bemest? Nou, 06? Oh, daar zie je niks van. Jawel. Ja, maar ik zie het achter mij helemaal niet. Oh, dat. Oh, Jan en El zegt, laten we het zo stellen dat er grote dingen aankomen. Azo, doe een euro en zeg, mooi even. Het is weer een machtige stream. Zouden jullie een shout-out naar mijn vrouw Jennifer willen doen? Ze kijkt ook mee. Jennifer, shout-out van Azo. Goeiedag, Jennifer. Goeiedag. Goeiedag, bij Dichtwicht. Jennifer. Ja, direct GPS verder, dat is ook wel zo, broek. Maar straks de tank leeg is, anders moeten we even rijden de weg vult worden, 06. Oeh. Ja. Denk je. Dan mag gelijk aansluiten, denk ik maar weer. Omdraaien, neem eens omdraaien. Ja, hier zo. Nee. Hier, ja, nee, ja. En dan zo. Oh, verkeerde snoer. Ja. Bemesten is mooi werk, zegt Milano Bruins. Jazeker. Zo is. Wat is de matnaam van die aardappelschuurfabriek? Iets met potatoes iets. Zal ik je dat eens even showen? Nee, hier niet. Seed Potato Farm. Mot. Zo heet die. Daar zit deze kapweg in. Daar zit een rooimachine in. Daar zitten halfvullers in. En die grote loodsen zitten erin. Dat een mooie mot is dat. Dat is een mooie mot. Een hele mooie mot. Ja, er is niks mis met een mot. Gelukkig hebben we nou even een droombeelden. Dit groen. Wat? Ik denk, dus doe die hoog ze maar. Ik weet nou waar ik west ben. Dit is het, ik zomaar niks aan doen. Ben ik nou met dronebeelden bezig, Chris? Ja, zo best ken. Dit is toch een beetje koos, hoor.
ken verder, hoor. Ik ken niet verder terug. Mijn wieltje. Oh, wacht. Ik ken zo ver terug dat ik mezelf niet meer heur. Zit er weer zo'n stafkluis achter? Ja, nou, dit is een beetje koos in beeld, ja. Oh, dat waakt wel. Oh, dit wordt mijn... Dit wordt een nieuwe beeld, dames en heren. Dat werkt. Die is altijd met mini-trackers bezig. Zo'n rugster doet niet. Heel leuk. Niks erop. Nee. Ik doe meestal een beetje... Het liefst... Zo nou en dan probeer ik dat spul wel een beetje in beeld te krijgen. Dan kijk ik even naar de OBS en dan... Oh ja, zo even, zo is wel. En dan denk ik er ook van... Ja, Peter, zo, zo, zo. Niet bewegen, niet bewegen. Zoiets. Ja, leuke beeld, maar hier kan ik niks mee. Sorry, broer. Waarom reed ik nog maar 9 meer? Hé? Dat is toen die knap ook niet in de druk had. Hij had het hier verschrikkelijk moeilijk of zo. Hé? Wat is het probleem? Hoe dan? Wel mooi. Wel real. Zo vragen als cola in de spaanfles. Ja, dat is correct. Waarom heb ik dat? Waarom heb je dat? Omdat ik doe wel eens, ik heb ook wel eens een treetje met blikjes, ja. Ja. Maar ja, ik vind het noordeel altijd. Als ik dan net een aanbreek, dan denk ik van, nou, ik heb helemaal geen zin, ik wil er beren. Ja, wat moet ik dan met dat blikje heen? Daar ben ik geen dappen voor. Nee, klopt. En hier doe ik altijd een dapje weer terug erop, als ik denk van, nou, ik hoef niet meer. Dan doe je dat via de trechter in fles? Nee, gewoon zo, tuur op tuur. Vier keer, want het schuimt ook zo allemachtig. Nee, gewoon scheef. Ik wil er zo meteen wel in demonstreren. Moet toch weer bijvuld worden. Wie wil mij een bijvuld? Ik ben 9%. Oh, ik haal het niet. Ik ben leeg. Oh. Ik heb ook niet zo heel veel. Er is toch geen schuimmarkeur? Nee, ik blijf staan. Ik wil... Zit er nog wat in de tank? Oh, in ja. Bak, in oh, tank. Oh, ja. Je zet er die containerbakken bij, ja. En dan ben ik mijn linken kwijt. Oh, hier zit zoveel stroom in, hè. Die Puma moet eerst in een nieuwe remmerij. Oh, ik kill. Door een werk net blieden dat wij mijn arm alleen maken, maar ik heb er nou weer tank bij in doen. Maar dat ding is niet te hoog. Er moet er nog veel bij dan in huis, in hoe ver als toe bist. Nou, ik heb nog, hier zit nog 40 kuub in. Dus Ik hoor lang tank vol op, 15 kuub. 37. Nog maar neem je alle? Nou, nog niet. Ik kan maar in de weg vullen. Oh, dat kan. Met een container? Ja. Dat is wat een hier. Ja? Ja. Heuptig. 80. 90. En vol. Kijk. Bezig. Dit is de deur, hè. Zo moet dat. Zo moet dat. Ik laat hem mooi uitrollen. Ik ga niet meer remmen. Die denkt, die vind ik nog op, jong. Ken niet. Nou, jong. Even 15 ervoor. 13. 14. Ja. 15. Kijk, nou. Heb er de tank vol en dan gaat het weer harder. Hoe dan? Hoe dan? Ik had dat net ook toen we hierheen reden. Toen ben ik uitstapt en ik heb de trekker op naast staan. Want ik kreeg hem niet boven de 16 uur.
Ja, met de, over de weg niet wil zijn. Nee, ja, precies. Vreemd. Ook gelijk de map Gelderland binnengeplukt, maar geweldig spul. Alleen nog een keer de map Drentse Vaart voor de PlayStation 5. Ja, dat is het mooiste, hè? Nou, ik ben denk ik niet helemaal met Mark Gal eens. Die het commentaar op Cornel, dus dat hij geen verstand van trekkers heeft, maar ik weet wat Cornel ook mooi vindt. Ja. Daar is niks mis met. Nee. Nee toch? Nee hoor. Nee. Doorstroommeter niet genoeg. Inter helpt je door de winter. Nou, Inter is ook niks mis met. Zo'n dik mooi. 15 jongens, dat is toch wel een mooi spul, hè? Jazeker. Maar van Ja, Gritter is er ook. Die ja, ik zag hem in het jet. Ja. Je zat in een te hoge versnelling, Emil. Oh. Ik kan hem opschorten. Nee. Vandaag trek geweest vlag verder, zegt Tigo. Goed zo. Kijk. Mooi man. Hans Roelijks, wat zei jij precies? Maar niet veel spantrekken, zag ik. Oeh, ik heb er helemaal niks van zien. Vlagwerder. Ik hoorde dat het een zandboom van poep was. Maar. Ja, 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 maar dat is vlagwerder altijd. Dat is altijd een zandboom geweest. Oh. En 19 juni is Zuidloorn. En die verhuist naar, eigenlijk naar Sint-Anneveen, de HS Agri. Zuidloorderveen. Of Zuidloorderveen. Oké. Okay. Duits, hij is vanmiddag hier even met zijn drie dochters bezig koffie drinken. Oh! Oké. Okay. Huh? Max de dochter, de dokter. Excelsior promoveert naar Eredivisie. Oké. Okay. Nou, oh, gefeliciteerd. Goed bezig. Welke muziekverenigingen hangen daar dan? Dat is voetbal. Oh! Ja. Dat is toch ook Excelsior. Oh, die zit ook in Griepskerk, nog niet? Concordia en Excelsior. Ja, wat is dat dan, Excelsior? En dat is ook een muziekvereniging. Ja, toch? Ja. Verkopen ze ook spullen niet? Dat weet ik al niet. Met kleibaan, Jelle, zegt Marve. Hey, Spiekers! Goeiedag, heb je nog wat nodig? Of is het al slecht of niet? Nog 32%. Is het een bivulm? Ja. We streven er eigenlijk een beetje aan door de proefrit te maken, maar... Oeh, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, ik geloof er niks meer aan wat er over zegt. Nee. Ik moet eerst ook nog zien. Man, oh man, wat naar de bedoeling op Monaco. Nou, hou op. Hoi, Kiln. Hij trekt alleen maar langs, maar in een drama. Toe. Ja, dat doet het weer, hè. Vreemd, niet? Duver. Wat een rapportaatshaartje. Nou. Dan is deze Johnny toch wel een van de mooiste trekkers van Jacob Epen. Maar ah, dit is een mooie machine, jongens. Ja, een hele mooie machine. Ja. Niks mis met. Waar is Co, Arjan Schuring? Dat ga ik je vertellen. Er zal vast mensen weten die denken van... Hoe kan dat? Co er niet bij. Nee. Ik heb Co voor van het weekend verlof gegeven. Want ik zit in quarantaine hier, jongens. En ik ken, dan ken ik Co hier er niet bij hem. Oh, dat mag niet. Dat is niet de bedoeling. Dus hebben we maar besloten dat we, als het lukt, hè... We hebben wel gezegd dat we het proberen, maar... Komende week gewoon misschien Co en ik en met z'n tweeën op twee zeven farmen. Maar ja, dat zeg ik, dat moet net even komen. Maar hij kan er vanochtend dus niet bij wezen. Nee. En de Co-computer, die heeft een nieuwe behuizing nodig, dus... Nee, ja. Dat... is hem lastig.
Ik doe mijn tank nou weer vol. Maar ik weet niet waar we nou nog heen moeten. Ik zit aan de Kenbrug, maar ja, dat ken ik ook al voldoende. Maar... Ja, maar dan hoeft hij hier niet meer heen, denk ik. Hoe groot is het land? Ik ben nog onderweg met vol dat tank, maar die kan er eerst hem naast, hoor. Ja. Lekker soundje, jongens, hè. Geluid in de hadden. Oh, mooi. Je moet aan als een hetje veuren op, hè? Ja. Dan is het hetje van elke part. Rinko Akker die zegt, wat is dit? Oh, sorry. Sorry. Even maar aanzien beelden. Wat heb je dan even? Ik heb coronings. Op dit moment. Ja. Believe it or not. Kun je niks aan doen? Nee. Nee. Jilles, wel mooi dat de trekker de chauffeur de koppeling intrapt bij het starten. Ja, keurig, hè? Dat zag ik net ook, ja. Ja. Ik heb hem vol Legend, hè? Mooi. Oh, maar die Cortana, die zakt ook nu door alweer. Jawel. Het is wel in de gehoord dat Cornel er nou gewoon nou erbij is, hè? Ja. Die rijdt op zijn neer om en hij niet weg te krijgen, hè? Nee. Hij heeft niet over koffie of dit en of dat. Nee. Stel, ik strap straks in die staaien weer of zo. Jongens, ik moet erbij, jongens. Ja. Dat is net mooi. Yo, ik toch geen koffie, hoor. Hey. Ik heb mijn pakje Jozef Vissé, ja? Jozef Vissé? Jozef Vissé? Ja, dan pak ik ook nog gauw een bakje drinken. Oh, dan moet ik me helemaal weer alleen aan hebben. Coronings, vandaar dat je al zo lang op die Johnny. Ja, dit ben je nog nawetende van, denk ik. Die subs op de team van Joost. Hek, moet je eerst horen, die praat pas terug. Vraag maar eens aan Jelle, die hem gehoord en gezien in de knieën. Oké. Ik ben 10 om te zien. Faber zegt, ik ben 10 om te zien aan het kijken. Oké. Nou, geniet van de beelden, Febe. Carbonella. Febe Carbonella. Leuk man. Project Junior zegt, ben sinds vandaag trotse eigenaar van een G29 met shifter. Leuk man. G29 stuur is een mooi stuur. Maar het enige wat ik wel eens een beetje poep vind is die software van de G-Hub. Als die eenmaal aan het updaten is of wat dan ook, man, de hulle, alle USB-ding vallen hier uit op mijn tovel en hoita. A zegt, waarom reageer je niet op mijn reactie? Wat heb jij gezegd, kerel? Of, dame, A. Nog even de duim omhoog, blaam, zegt Raagman. Goed bezig. Oeh, 18%. Oh, ik hoef me nog maar één boontje meer, dus dat moet ik kennen. Oh. Zo. Hey, mijn glas kwiet niet, zin in een appel. Ik heb raak. Raak? Raak. Ik zeg pas een collega van mij, die hebben alleen maar Johnny. Die in ieder geval wel een goede spuit hebben, Kees. Hey jongens. Ja? 195, 196, 197, 202, 201. Ja. Die ben half bemest. En 137 ook. Oh nee, 137 hebben we net gehad. Maar die anderen,
die ben ook een half bemest, maar dat weet ik niet. Maar die ben waarschijnlijk ook al klaar om te oogsten, denk ik. Er is één kloor om te oogsten, ja. Moderator, dat had niet helemaal gehoeven, maar meneer A, ik had eerder ook al een keer een rondje gedaan, maar we komen ze allemaal wel een keer weer tegen, joh. Emke, 197 is toen, hè? Oh, door. 202 is gras, die is klaar om te oogsten. Waar wonen we meer in, tussen rondje na? 195 is ook gras, 196 is ook gras. Ja, die ben klaar om te oogsten, maar 50% bemest. Oh ja. 216, 217 daar. Dan ben je de Berga. Vlak boven die. Oh, die heeft van de week maaid. Ja. Doe maar een beetje stroom in, denk ik. Oh, dan moet ik nog niet naar die tank toe, ja. Oh, ja, hier moet ik naar stroom in. Ik rijd door op stroom in. Welke? Naar. 216, 217, ja. Hoe we doorkomen? Over Brugge, achter de. Zal ik mij eens pakken voor die andere velden dan? Mijn? Of zwin voeren, zo weet ik wel. Nou, moet er bij jou ook veel. R. Zeger, mijn brader, van mijn naderen, zegt 465 kijkers, bam bam. Dacht ik maar even. Hey, oh, stop! Oh, wat is er? Ja, vol. Doe de sluim wel les. Even kijken, dan moesten we hier bij buurvrouw haar buxus hegen. Er moest door zo'n beetje. Ik moet hier ook even komen bij. Dat hoort, ja. Oh, ik weet niet of toen er wel kwam kisten met die dubbele lucht. Had ik straks maar remmetje. Ja, maar dat moet nog over een heel smal bruggetje. Ja? Ja. Dan moet je hem bij mij komen. Ik kan hem beter bij de buurvrouw in je tuin zetten, want ik denk niet dat het over die brug komt. Maar de race vanmiddag is Hippo Gaming Now, zeg dat wel, joh. Oh. Wat dust. Waarom stapst doen? Ja, ik moet hier langs. Ja, ik doe juist altijd deuren. Dat moest hij in één keer vol in haar kers. Ja, je haat er niet, moet je soms ook wel eens haat afremmen, hè? Zo nou en dan. Ik moet er rondom de andersom hebben. Ik kreeg de boog niet eens. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, ik denk. Nou, we moesten toch even proberen hier in de kam. Waar ga je staan? Hier rechtsaf? Oh, oké, broer. Ja, door zo. Kist er door. Denk erop. Gaat goed? Het gaat goed. Nou, nee, maar we blijven. Het gaat niet, man. Kijk naar de past. Beetje naar rechts, tikje. Ja, hoe snel ik aan rechts? Ja, het wil. Oeh. Jan.nl, snel, update. Die adem wil maar ook bij een leuning zitten, hè? We kennen ook nog die toeriden, hè? Zee! Oh, oh. Ja, nou. Hier zo, ja. Ah, het is een plaats. Dankjewel. Ik moet hem een setje in de corner hebben. Ik deed niks. Ik heb niks gedaan. Oh? Nee. Oh, dacht ik. Nee. De sterkste leuning ooit, zegt Diesel Power. Ja, echt wel.
Beter laat dan nooit. Goedenavond iedereen. Goedendag. Goedendag, Martin. Is goed, Aad. Tot de volgende. Hey. Ik ben even het Wolderheemstrandje. Dit wordt ook mooi. Hij doet niet. Waarom doet hij het nog niet dan? Is niet aan reed. Wesley Kors, die zei een lijntje moet zijn dubbel leugen aanhouden. Hoeft niet. Hier moest de dubbel lucht er weer onder hebben, want er is één ding. Oh, jaggers. Wat in de speakers? Wat is er? Hij doet het niet. Ik kreeg het niet. Wie niet? Ik kreeg een strandbouwlucht. Nou, wat strandbouw, ja. Oh ja, hem teleporteren bij Dijk zou ook wel hem kennen. Verdikke me. Is dat wel mooi, hè? Ja, vreemde bouw. Moet er weer terug uit die te bouwen, ja. Maar, ik hoorde dat een u dan koop van de week live op Twitch gewoon. Die stunt wat vaker dan zijn, dus die hoezo, stunt? Hè, wat, hè? Oh, doe maar eens niet in een drink. Nee, ja. Oh. Richard Westra, gaat weer lekker. Ja toch? Wat maar heen. Moet ik even kijken, spieken? Is er misschien piek in de uurgang zit? Schiet mij wel lek, maar... Nee, jong. Dan hebben we er niks aan. Nee, maar hier. Hij hoort hier. Nou, doe maar eens. Broek, is dit niet een plaatje? Het is allemaal stroom. Hij is hem niet op bemester selecteerd. Nee, ik had het helemaal niks geprobeerd. Ja, oh, maar bemester nummer 1, dan gaat het zelf aan. Ja, nou wel. Hoe dan? Mooie beelden even zo. Dankjewel, Legend. It's what I do, we'll say, I'm gonna need legend. En jij denkt in zijn natuurlijke omgeving, Mindy Wolder. Of, ik lig hier. Martin Wisman zegt: hoe is het met iedereen? Ja, prima. Ja. Ik zit nu in quarantaine, ik heb een coronamomentje meegemaakt, maar ik voel me er nu niet slecht meer onder. Nee. Zet er die modder ding, man, niet modder ding, je bent stroom tegen. En die staat nog niet aan dit paard. Nou, ik hoef er niks meer bij. Ik wie wil die slanger maken, Appel? Hey. Wat moet ik? Wie wil die slanger maken, ja, Appel? Ik heb zulke lange stevels, heb ik niet. Ik heb de Freek nog zien rijden in Loerbeek en die ging volgaas door zijn achterbrug. Oh? Oh, ik denk die knapt u de versnelling, maar dan heeft hij dus grote schade. Ai, echt hoor? Ja. Vorige week al een turbo in de kniepen? Ja. Oh, ik denk hij vliegt u de versnelling, maar dus niet. Als hij wel zien. Wat ik zag een R1-auto die ook dus daar met een was. Ja. Die aarde wilde mij gewoon de steekwagen maken, ja. Ja, bliksem. Ja, ja, heel differentieel helemaal aflaten. Ja, ik had die beelden van de Freek had ik al even zien uit Loerbeek. Oké. Oké.
Ah ja, ik denk, dat is wel heel flauw wat ik zeg, maar dan moet je hun in phone op Facebook, maar dat kist toen niet. Niet leuk, jammer. Nee, maar door gaan ze erop staan. Ja, precies. Oh, dat heb ik nog niet gekeken. Zal ik straks ook even kijken. Vorige week hadden ze een filmpje van de kniepen. Ik heb nog helemaal opgelet als toen erin kwam. Maar toen stond er niet in het filmpje. Oh. Wel ongeveer dezelfde beelden van die foto die ze toen mocht had van in de trailer. Oh ja. Die hadden ze eigenlijk ook erin gezet. Ik wil geen naar de stevels. Ik doe de pitbull even op zee. Jongens, die 202 en dat is allemaal graas. Zo. Oh my. Joh. Ik heb 202 ook bemessen. 202? Ja. Dat is graas, dat is klaar op de oosten. Een opbrengstmotor is 75%. Ga die maar oosten, dan ja, ik door ook de kulletvader de deur. Oogsten? Ja, maar dat is graas. Ik heb geen zin aan graas. Nou, pak de kilo voorder en blijf... Ja. Ja, maar dan is er 100% bij mis, ja. Dus door moeten we nou heen? Ja, oh my. Oké, misschien wat dat is. Oversteken de deur weer links, rechts, troelen laten. Nou, dat moet lukken. Maar ik ben hem het hier, dat was een beetje in. Dat denk ik wel. Hij doet het internet niet goed. 31 gemist van Ebmus en Co. Maar goedenavond, mannen. Hans Niesink. Ach, kerel. Ah. Je kan, gelukkig geld je hem terugkijken, hè. Dus dat wel sneu waard. Dat is sneu. Een topstreampje weer heb genoten. Werkzaam op telefoon naar mij. Yo, Canelo. Hey, Canelms. Yo, mooi, Canelms. Tot de volgende, jongen. Hey, speakers. Ook hier? Goeiedag. Hey, ik hoor net dat we nog 2-0-2 moeten. Ja. Begin ik aan een kaartje. Oh, Creatief Radio Breaking. Verstappen en Perez niet gestraft na GP Monaco. Mooi zo. Dank u voor de mededeling. Beter. Mooi. Het liet mij ook wel dat ze dat dan ook wel direct aan hadden. Ja, maar dat was noted. Maar... Ja, maar het was ook wel voor iedereen duidelijk zichtbaar dat er wat aan de hand was. Doorop. Dus dan hadden ze het wel, dan hadden ze dat direct wel dan. Volgens mij ook, ja. Ook weer zo'n plaatje, mensen, hier zo weer bij die... Oh, vind ik dat mooi, hè, dit. Mooi. En bij die heide langs zo, jongens. Dit is toch... Dat is ook sexy, absoluut, hè. Spieken? Ja. Oké. Okay. Wat is dat? Komt niks in de sloot, toch? Nee. Prachtig, jongens, prachtig. Oh, maar het heeft geen nodig bij mensen. Oh. Dacht ik al, met vol begroeid, ja. Dus dit moet maaid worden? Nee. Zet je camera aan, ja, zo meteen weer, ja. Net even een accuutje bezig. Dus dan kunnen we naar huis meteen.
Ik denk het wel. Ik weet niet wat er nou gebeurt. Wat er nou wel wil. Bij mensen. Zulks mooi gras en hij verjacht het als nou. Opbrengst 50%. Bemest 100% heeft kalk nodig. Hij zet zo de culie erin. Nou, een weide is een zeer agressieve weidesleep, laat ik het zo zeggen. Ja. Opbreng je recht, hoor. Jongen, wij hadden even afspraak. Even links met de kieken, jongens, hoor, naar de finale van de Indy. Nog 3 rondjes te gaan. Oh. Ze hebben net een rode vlag situatie gehad. Voor de laatste 4 ronden laten ze alles ook nog een keer weer los op. Nou. Groene vlag. Dat is ook de enige waar ik daar ook een beetje bij kan bijhouden, Emus, hè? Op de ovels. Als wij dat spul. Op de ovels, wil zeggen. Ja. Hmm. Oh, ja. Harms, ik zat bij mijn tante verjaardag en kregen we een toetje cornetto. Ik maakte zo'n... die cornetto open, er zat er geen koek omheen. Alleen het ijs. Oh, zonder de koek? Oh, maar zonder koek is het allerlekkerste, man. Ja. Dan heb ik meer ijs gekregen. Ja, maar wist u wat het is? Ze naaiden ze met die koek, hè? Maar als je die koek op eet, net noord die koek, maar hé, duist. Ja, we drinken koop. Oh, maar dat is met zulke malogen. Ja. Oh, met het ijs bedoel ik, daar kreeg ik dus van. Sorry, excuseer. Maar het ijs is heel veel stof. Ja, ik kreeg nog ijs gehoord, want die is vreselijk dus. Ik vroeg meestal, als we een soft ijsje bestellen of zo, dan doe ik er niet zo'n bakje met zo'n label. Dat scheelt duistigheid. Ja, vind ik ook. Ik vind die koekjes vind ik niks. Nee, daar ben ik ook niet liefhebber van. Nee, liefst gewoon een bakje, een labeltje. Maar soft ijs is heel veel zout, hè? Oh, zout ken je. Zout ken? Ja, maar dat is om het soft te krijgen. Is zo? Ja. Nou, zout ken, hè? Wat is de Pommers? Of is die er al aan weg, joh? Is er een deus met strooien te redden? Het land van een buurman, dat was ook over de kabel. Hoe dan? Nou word ik me natuurlijk ook bewezen dat ik over die brug kan kennen. Kerst ook. Die tank, die container langs de vol niet. Nou, we eerst hem vol met F12 en dan hem weer proberen. Ik geef gewoon... F12? Oh nee, dat kan niet. Ik gewoon first person, gewoon kijken. Precies in de middenreden ongeveer. Dit is midden ongeveer. Ja. Oh, gewoon vol nee, gas. Nee, dit is niet de aflossing. Nee, dit is nee, niet bepaald. Nee, niet de aflossing. Even kijken naar door. Dan moet ik nog even over de brug heen. Mooie beelden dit, dames en heren. Ja, dan ga je erin. Ja hoor. Dit is het ook screenshot? Of, ik deed een screenshot, ja. Ja, maar hij bleef in de lucht hangen. Dit moet naar de bio, maar denk ik al niet. Nee. Mijn huis? Ja. Ja. En ik heb volhard behind de zaaien. Och, dan moet ik nog zaaien jellen. Ja, nou, maar dat kan toch? Dat kan. Ik weet niet wat erin moet. Op den duur wordt het wel saai werk, maar... Ja, dat klopt. Oh, wacht, ik begin met die Caverneyland. Kan we ook bieten erin doen? Maar we moeten net even een rondje bieten doen, denk ik. Om maar niet op al die velden door die we nog in de strand jacht hebben. Nee, niet. Nee, die hoeken erachter. Door kinderen ja, wel vind in ik niet te zeggen. Nee, dat eerabel veld. Dat eerabel laat, ja. Ja. Ik kom hier de bocht niet door, jongens.
Nee. Een drama. Eerst dan weer een dubbel lucht, maar dan moet ik eerst helemaal niet hoog omhoog. Nee. Hey, Spikkers! Goeiedag, heen. Ik rem, hoor! Oh, kiln. Er zit geen rem op dit ding, dat is verschrikkelijk. Nee. Met die container erachter kun je niks. Nou, ik heb hem hier wel weer vullen bij de studio's. Oh nee, dus die historie. Kompa, kompa. Och heden, nou moet ik ook nog de kaartjes controleren. Heb je hypertra in conducteur? Oh, bist u de conducteur verder? Hey Pet, hey man, wat gust een mooie dag, hè? Waar man met de trekker bij, nou, dan ga ik ook naar hem langskomen, wil, maar. Wij mochten ook een keer missen, hè? Wij waren er een keer west, hè? Ja, en dat scheelt. Oh, kijk, enorm genoten. Nou. Ook veel bekenden gezien, ook chatters en kijkers waren ook even aanwezig, begreep ik. Ah, leuk man. Oh ja? Ja. Oh, leuk. Druk een mokatoen in, Legend. Vind je even geweldig. Hendriksen? Hier ja. Dan. Ja, hier een halve fan daar. Ja, hak ja. Ja, mooi man. Super. Speelman! Dat vind ik ook een nieuws. Alles biedt een dokter in. Speelman, die is de man van de beat. Alles biedt erin, zei dat. Dankjewel, Geert. Doen we. Nee, dat was te gek. Hier moet er dan wel culoot worden. Boah. 137. Noordhuis. Oh, ik ken dat ook met dit ding, denk ik. Maar ik wil eens dit hebben. Geert, ik gewoon bieden, Geert. Absoluut. En welke moet Culiet worden? Oh, naast de boerderij. Excuses. Oh, dan gewoon ik die wel in Culiet. Hebben we door een trekker chauffeur of niet? Ja, die is al verschil. Die wat? Die Kees. Oh, die staat er al voor? Nee, die staat voor de containers. Die staat voor de container. Oh, die. Ingrid van de tuin van Ingrid Keramiek, die zijn ongelooflijk dit. Waar? Ja, dat weet ik ook niet. Wat is onze grote, mooie, fantastische, mooie, brede, geweldige Kwennelaan zaaimachine? Ja, dat weet ik ook niet. Hé? Oh, hier zo. Welke trekker doen we door hem voor? Even wat leuks. Even die staaien met een frontgeweer. Oh, dat liet me, dat vind ik zo'n mooi combi. Wat leuks. Ga ik wel doen. Ik moet wel een frontgeweertje voor hem. Anders even kijken of hier nog ergens een dom stuk gewicht ligt. Ja, hier zo. Ingrid van Ingrid Keramiek, die had op hun Facebook-account, ik weet niet, oh nee, dat is toch, oh, dat is mooi dat ik het hem vertel dan. Ja, vertel. Die had binnenkort breaking news. Oh, ja, dat heb ik ook gezien. Wat, weet ik niet, maar ze gaat Keramiek. Ze gaat niet alle pot en pan laten knapen, toch? Ik denk dat ze wat hen en weer gooiden zo, breaking news. Ja. Ik denk dat ze alles voor gaat gooiden of zo. Oh, dat wil ik bij weten. Wappa! Met je Grieks muziekje eronder. Nee, ik kan een draai niet krijgen. Dit is de eerste keer corona, Rafael. Ja, ja. En hopelijk ook de laatste. Maar als dit mijn corona was, jongens, dan... Dan doe ik het ervoor, of niet? Dan doe ik het ervoor, ja. Hakkel wel. Wat ik nou misschien nog voel, een beetje min in de benen, ken dat? Dat dan een beetje... Maar. Een beetje pap in de benen. Ja, maar nou, verder niet echt dramatische verschijnselen, volgens mij.
Dit denk ik helemaal bieden zijn. Ja, dat denk ik in bieden zijn. Speakers! Hey, goeiedag. Ik heb ook problemen met de settings. Ik word echt helemaal flauw van. Wat is jouw probleem, Ruben Doorn? Gooi het in de chat. Misschien zijn er kijkers, chatters die zeggen van... Oh, hey, jongen, dat weet ik hoe dat zit. Kan, hè? Maar dan heb je naar de Dumkes. We hebben 300 zomertijd naar de Dumkes. Oh ja, goed. Ik ben nog 440 aan het kijken. Druk naar hem op de deur, maar hij nog niet door hem. Ja. Ik vind dat zo mooi, hè? Ik vind het superleuk. Waarom gewoon ik steeds binnen deur, terwijl dat niet kan, jongens? Is dat misschien nog overblijven van corona? Want zo ben ik nooit. Altijd pro-farming. Niet? Ja, zo en dan weer zo. Oh, die G29 staat te vlam hier op de oven. Ik heb soms dat mijn settings veranderen. Dat komt waarschijnlijk... Heb jij ook die F12... die controle toestand? Die doet dat soms. Oeh, hij sloeg hem hol. 403 likes, dames en heren. Oh jongens, goed bezig. Kijk. Nou. Super. Ja, dat eerabolaan is allemaal al saai, ja. Dit is wel een mooi veld of 202. Dit is een mooi bietenveld. Oh. Ja, prachtig bietenveld. Ja, hoop. Dit is echt... Dat ze zeggen van, nou, hier moet bieten niet. Nou, eigenlijk wel. Ik snap ook niet dat hier ooit gras in komen is, maar... Ja, riet me door eens, hè. Ah, oké, ik heb overgezet naar F10, maar dan thanks. Ja, dat zou kennen dus, Erwin, hè? Men zegt dan dat ook de GPS dit en dat u valt. De settings, de knop. Ja. Maar het heeft ook update gehad, dus het zou best kennen dat het nou moet het wel... Dat nou wel goed is. Ja, dat ken, hè? Ik weet niet of de update dat heeft gefixt. Maar dit is de geüpdate versie, heeft... Ik heb wel een beetje frame drops op dit moment, volgens mij. Oh, ik heb honing drops. Nee, ik frame. Frames. Oeh, sorry, ik was... Oeh! Dit heeft niemand gezien. La 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 la. We slepen de deur af de ruit. Had ik in mijn Facebook bericht gezet. Oh, dus, ja? Ja, klopt. Wie wil mij nou ook in me aanslepen? Nou, want ik heb geen grips op voorraad. Nee? Oh, nee. Zo'n mooie combi. Ja, dat met is... gewicht, zei ze toen nog. Ja, maar die was zo zwoer. Toen had ze op achterraad. Ik moet even gewichtje wel. Dit is een prachtige combi, maar niet zo. De winkel is hier om mijn hoek, toch? Ja, door. Oh, maar daar had je bij 94, 96, 97 ook nog heen op de hoek staan. Ja, die heb ik ergens voor aan. Waar heb ik die aanmaakt? Die had ik al oppikt in de streams. Oh. Wat is domste geezer? Ja. Ja, wat is de domste geezer? Nou, moet ik maar even mee kopen dan. Maar die ene die ik had, die was te zwaar. Hey, Steyr. Nee. Heb ik niet meer gewichten? Oh, dit is wat ik heb. Arjen, die hadden we goed mee bezig. Die is net geland op Schiphol en die ga je nou nog even eemhuiskie. Oh, kijk. Ah, goed bezig, Arjen. Nou. Waarschijnlijk staat hij toch te wachten op zijn koffer. Dat duurt nog wel even. En waar komt... In de stream vast wel uitkijken. Waar komt er weg? Van wat voor vlucht? Waar weg? Dat was dat tijd de night be. Mr. Onbekend Hits zegt... Goeiedag hem. Goeiedag hem. Goeiedag. Goeiedag hem. Jappie Turbo, denk ik. Nieuwe ka. Dat zo is dan bij...
PCS. Oh, ben die er nog of ben die nou gestopt? Nou ja, daarom kennen we hier nou kijk. Ja, ook Duits is net op de bank geland. Geland op de bank, ja. Ja, dat is kustig bij je Nederland, begrijp ik. Oké. En Luwe, die was wat ziek. Ja. Maar die was nou weer beter, want die had een zak vol trekkers gekregen van Kamps. Oh, en daar was er beter van worden. Oh, oh, kiek. Mooi. Dus die was vanmorgen gewoon bij opa te soep heen? Ja niet? Hoor. Ja, kiek. Hij was beter geworden van een nieuwe trekkers. Oh. Kamps ook nog wel een dokter ook nog. Ja, ook nog. Bij het voetbal vliegen ze dan het veld op met zo'n zakje met botten, met een spons en een spuitbusje met wonderspul. Ja. Nou, en bij de jongen van JD nemen ze maar met trekkers met en het is kloor. Ja. Arjen die is geland vanuit Praag. Oké. En hij heeft een vlucht gehad van EasyJet. Hij is een van de weinigen die wel met EasyJet ging. Oké. Oeh, Ingrid die zit met geknepen billetjes. Want die kijkt op een groot beeldscherm. En als je dan met een snelheid op die brug afvliegt, één buus, dan kniept Ingrid de billetjes al in bij elkaar. Ja, maar dan moest het Sinclair open doen. De hand uit de romweg, een beetje draaien. Dan draait die kontje ook met. Ja. En eigenlijk draait die been dan ook al met. Dan doet de hand op het dak. Trekt hij omhoog, dan trekt hij heel het lichaam met eigenlijk. Ja. En dan met de voeten de stoel omhoog en dan keer steng de deur aan, keer hij zo afzet. En doe best één ding vergeten. Oh. Je moet niet wachten totdat je op de bodem bent. Nee. En ik kan ook niet. Ja, ik kan wel zeggen dat je droom open doen wordt, hè? Ja, maar direct. Niet wachten tot op de bodem. Nee, niet wachten totdat je onder bent. Maar dat was vroeger wel zo, hè? Ja. Vroeger zeiden ze van wachten tot je op de bodem stond en dan kun je de deur open doen of het raam open. Maar dat mag dus niet meer. Nee. Voor mij, ik denk toch, hè, als het je gebeurt, dat het één bonk paniek is, of niet? Dat denk ik wel. Nou. Oh man. Ik en nou het, van, maar, het is mooi dat, dat Ingrid dat dan heeft gister. Maar ze weten wanneer die auto te botten gaat. Het is iets zwembad. Het is allemaal hartstikke mooi helder. Er zijn een paar duikers zwemmen om die auto toe. Ja. Maar dan nog. Oh joh. Ja. Ze krijgen mij er niet in. Als Amy nu nog even zijn stem wat lager doet, dan is het Jan van Veen van Candlelight Radio. Hi. Hallo. Ik hou van jou. Ja. En ik blijf je trouw. Welkom hier bij een nieuwe aflevering van Candlelight. Goedenavond, man. Nog een dagje inspelen op Crazy Race te midden met ontspanning van Emus Farming. Goed zo. Christian die zal drekbeun te zingen. Ik lig hier in de sloot. Ik denk niet dat hij zoveel te vertellen hem op zo'n moment. Nee. Maar goed, Ingrid wel op televisie. Ja. Zelfs. Ik leer nooit met hem af. Bram Cox die zegt, ik ben YouTuber. Ik ook, Bram. Mooi man. Freddy Hofstee, het is meer de vieze man. Ja. Van Verkoten in de Biet, hoor. Ja, hoor. Marcus Eriksen heeft de Indy gewonnen. Ja, klopt. Een Honda. Kijk. Honda Power. Ja. Paniek weet ik niet. Ik heb mijn auto een ongeluk gehad toen ik 20 was. Belandde met een kop tegen een boom. Het eerste wat je doet is de automatische piloot zelf in veiligheid brengen. Ja, ik heb ook mijn eerste auto echt volledig tegen een boom geslingerd. Maar je bent op dat moment ook boven natuurlijk sterk of zo, hè? Ja. Ik zag het
Ik zag het aankomen namelijk. Ik ben de... Toen die bomen op me afkwam, heb ik de ogen dicht gedaan. Mijn hand aan het stuur. Ook niet zeggen dat het niet goed is, maar dit gebeurde. Hand, armen gestrekt. En zo ben ik die knal tegemoet gekomen. Dan moest u mij even vertellen. Wat voor boom was dat? Dat die op die afkwam. Nou, ja, was precies nog, andersom. Daar lag je bijna in het water, zegt Dark Slayer, met euro, met 3 euro. Ja, bijna. Bijna. Nee, maar toen die knal kwam... die boom stond er al, begreep ik. Toen die knal kwam... en ik werd weer de ogen weer open. Ik had met mijn hand het stuur voorover gebogen. Dit dashboard in. En, bliksem. Ja, echt. En met mijn kop het veur eruit raamt. Helemaal bloeden naar hazes. Oké. Okay. En die auto wordt helemaal van voor tot achter aan vlak. Een total loss? Yes. Zie, we kregen hem een compliment van Engerit. Verrekken houden op, let man. Jazeker. Nou, ik heb dat vroeger wel eens zien in het zwembad in Moren. Met de zwemvierdaagse hadden ze dat dan altijd. Hmm. Maar door lieten ze die auto gewoon van de kant af zo het diep invallen, hè? 3,5 meter diep. Oh? En dan hadden ze er een grote kroon bij staan die dat ding er iedere keer weer uittakelde. Oh, maar die grote gast hadden ze dan ook met zo'n heel lang voor mij, maar een grote gast. Ja, en dan, volgens mij moesten de mensen door toen 2 keer. Een keer direct, als hij op het water kwam, zeg maar, direct eruit. En volgens mij mochten ze dan nog een keer en dan moesten ze wachten tot ze beboden waren. Mm. Bram Cox gecondoleerd. Ik moest even bekijken. Gecondoleerd, kerel. Het ging een beetje raar. Bram, jongen, gecondoleerd. Ja, gecondoleerd. Ja, gecondoleerd. Misschien heb ik hier ook iets voor dat ik kan betekenen om speaker. Dat wijkt. Dat kreeg een ander kleurtje, maar dat is goed, dat is cultiveerd. Oh, nou hartstikke goed, man. Ik heb dus die kan doorscheiden, dus... Ja, maar daar gaat ook kunstmest op, dus dit zal goed gaan. Ik vind wel een beetje saai in een vreemde stabel. Ja. Maar doe maar. Wat capaciteit. Ja, doe maar. Hoe breed is die? Ben die boom van vandaag? 9 meters. Nee, goeie dag. Ja, dit is van mij. Dit is een machtige machine. Nee, ik bedoelde die van Letje. Maar dat is inderdaad ook 9 meter een machtige saaimachine. Moet maar zeggen, en 18 kilometer per uur. Bam! Oh. Zit er die stijger niet zo zwaar in, maar wel pekaas, jongens. Hoor. Dit is 8 meter, speaker. Oké. Okay. Gooi de biet nog aan het waterzaaien. Ook tot aan het waterzaaien. Ja. Maar ja, anders moet ik steeds met neus in de sloot, ja. Ik speel nu met die Precision Farm, maar wou ik nog even mee wachten... Maar dat is voor de server altijd een pittige extraatje, zeg maar. Dus ik weet niet, zijn er mensen die de Precision Farming mod al op de server aan het draaien? Dan laat het even weten. Hartstikke bedankt, jongens. Oh. 27 maand lid. Ja, man. Super. Oeh, daar staat bijna al bij me. Ja. Ding om uw zaad. Ja, ik zie het. Moeten we dat even officieel doen of zal ik dat in 2 tellen doen? Nee, officieel. Officieel in 2 tellen? Ja. Ik kon haast niet zo snel met van beeld verwijzigen en ik heb er alweer sorry. Petter, dat dacht ik al, dat is toen als ex. Ja.
Kom maar wachten, hè? Frits even erbij, Patrick. Ja, toch? Ah, jongen, ja. Hebben jullie ook die Shibauda pack? Ja. Jazeker. Oh, tuurlijk. En ik ben ook razend benieuwd naar de aanstaande Kubota pack. Ja, zie ik wel zit. Alleen er is nou ook zo'n andere pack met de, allemaal van die graanlaat vijzels. Nou, boeien. Vond ik nog niet echt super interessant. Oh. Ja, hoe heet die pack ook alweer? De Ami, Asi. No. Ik weet niet eens precies. Hebben jullie ook... Oh ja, dat net lezen. Dan de goede Hendrickson. En Erik Vollmer is al lid voor 6 maanden. Jullie leveren altijd mooie werk, mannen. Nou, dankjewel, Erik. Super. Echt wel. Machtig. Ja, toch. Je bouwde een pack, maar. Ja, ik heb weer even tussendoortje. Dit is iets geks. Arjen, ja, die graanvijzels heb ik nog niet gedownload. Maar ik doe zelf ook niet veel in die graan. Nee, ik vind het... Nou. Ik had liever een mooi sleepslangpack of zo. Ja. Dat zal wel wat weten, ja. Maar die eerder niet natuurlijk, nog steeds. Nee. Arjen, de Bruins, de 40ste maand. Bam, alsof er niks is. Machtig. Super. Oh, ja. Hij zaait gewoon tot aan. Tot in de wal. Kwikt, hé. Oh, dan moet ik even een beetje meer opzien. Hebben jullie ook die sixpack? Ja, met beschermloor. Ja hoor. Ja. Ja, ik heb een first, maar geen sixpack. Ja. Twee first in de lucht, hé. Ja, hey, maar voor... Oh, dit is niet dat land zeker. Dat land is maar half bewijdersleep, dit stuk. Ja, die punt, ik denk, die hoeft niet. Dat kan wel graag om. Waarom precies? De band net ook 2 bundel, hè? Voor de geit op steek? Ja. Oké. Zou er ooit komen, sleepslang zou echt gaaf zijn. Ja, dat lijkt mij ook fantastisch. Dat is mooi om iets om te kunnen laten zien. Ja, oh. Dat lijkt mij ook wel wat. Ja. Nou, ben je bijna kloorleidje in de min. Ja, maar ik ga je nou over dienen, hè? Ja. En dan blijft er haast nog mooi bij. Oké. Moet er nog meer bieten zijn worden dan of niet? Nou ja, als je bieten in hem wilt. Waar best? Nou, ja, de boerderij. Die grote stukken. We kunnen wel even zien, westkant van het betonpad doen. Ik vind dat wel mooi, maar aan dit hoekje om zelf in de bieten voor dit hoekje te kopen. Nee, maar doe dit er nou mee. Ja, 137, waar wij nou op staan. Dat is toch mooi? Oh, die. Ja, oké. Okay. Boerderij. Beste hangt onder de afdraak. Ja toch, Mitchell? Zeker weet. Oh, nou heb ik hier ook nog een streep niet door.
Ja, boeien. Ach. Gaat weer mooi, mannen. Duim omhoog. Ah. Nieuwies doet 1000 bits op Twitch. Hier naartoe. Gaat weer mooi, mannen. Dankjewel, kerel. Magisch. Wat leuk. Kerel. Dikke hype. Dikke hype in de YouTube chat voor de Twitch cheers. Dat ben ik dan. Dus dan dank je spieken. Ja, goed zo. Dat liep wel mooi, hè? Nou, ik zie het verschil niet, om eerlijk te wezen. Huh? Ik kom bij je. Ik wil dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Nee, ik wat ik gedaan heb, was toen ouders. Ja. Oh. Ik zie door allemaal stappels en doe maar ik ze hem nou zwaar. Ja, nee, zo bedoeld. Ja, 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 zeker. Nee, ik dacht ten opzichte van wat ik gewoon één keer gedaan heb met de culi. Oh, oh, en wat ik nou doe. Niet meer. Nee, ah, nee, maar dat is gewoon een gevoel, idee. Ah, nee, dat is ook zo. Ben ik ook een beter. Dit is gewoon therapie. Ja, nee, ja. Goud. Goud bezig. Chips, ik kom hier die redbrug niet over. Toe, dan blijft er bij het badje hangen. Ho, 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 niet zo ver springen, hè, muus. Dat mag eens. Bram, even in een maand. Het is nou al wel klaar. Ja, Bram, als je serieus ergens mee zit, stuur maar een bericht via de andere sociale wegen. Want het voelt op dit moment een beetje anders als verwacht. Waarom hebben jullie een nieuwe Insta-account? Omdat de andere is overgenomen door mensen die ik niet ken en die ik niet benaderen kan. Ja, helaas. Hey, verder tot de volgende. Yo, welterusten, jongen. Hier ligt een mooi saai bedje. Ik zie wel verschil. Ja. Dat was spieken doen en dat er dan weer opdruist. Ik maak hem nou weer een beetje vochtig. Ja, maar ik zie verschil. Dit is roeger. Ja, hier. Dat klopt. Ja. Ik ga even door. Was weer een mooi stream. Tot de volgende maar weer. Mooi, mooi. Verder, jongen. Hartstikke leuk dat je weer was. Topper. Mooi, man. Ik zie wel dat de saai niet zo precies... Wat? Je wilt al. Dit is precies die saaimachine. Hier ligt ook een saai bedje. Als die bieten hier niet opkomen, dan heb ik het ook niet meer. Ja, dat kan ik als kerst direct nog niet helemaal doen, hoor. Nee, ik gewoon eerst de lange ende doen. Zo. Hem omdraaien, al eens. Al homes. Beetje schroeven, hoppakee, aan, zakken, aan. Hoe heet de nieuwe Instagram van jullie? Maar dan ga ik die volgen. Uitroepteken Insta, Arjen. En dan check dat. En je mag in principe die andere, nou, als je die nog hebt of ziet of kan zien, ontvolg die maar. Ook mijn persoonlijke is anders geworden. Helaas. Wat is er met die saaibed dan? Echt eroverheen? Ja, dit is een mooi saaibedje zo, toch? Ja. Zo zie je ze niet zo voor. Voor de mais niet in ieder geval. Voor de bieten worden ze nog wel eens netjes maakt. Dat is normaal telefoon nummer weer. Joop. Ook zo, hè. Tot de volgende! Oh, dat doe je nog weer met een weidesleep erover? Ja. Netjes, hè? Ja, hartstikke netjes. Nou, dat nog weer een andere structuur kreeg, dat verdenk je niet.
Oké. Nog zo'n mooi saaibedje. Hiemstra, ook lekker slapen, jongen. Latters. Lekker slapen. Egbert Bronsma, dan moet je toch via de sociale weken van Bezaaien vragen, joh. Dan moet je hier niet vragen. Nee. Dat moet je aan hem vragen. Hij is ook regelmatig op Twitch en dit en dat. Dus ik zou zeggen, vraag het aan mezelf. Hier, oh ja, net lezen. Struik. Gooi die maand op, man, naar buiten. Welke maand? Oh, dat is te lang terug, denk ik. Dat denk ik ook. Hé, hey, vogel, is dat ook? Welke vogel? Nou. Een vogel helpt. Ja, werkelijk. Dankjewel, Hendrik. Zie. Compliment van Hendrik. Met SMCS 12. Hey, misschien ben ik vandaag jaar en ik heb een GSM-20 gekregen. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Wat zijn we blij? Supergoed, ja. Gefeliciteerd, jongen. Heeft dat veel effect met een weidesleep? Ja, het heeft volgens mij wel opbrengstverhoging. Ja. Maar. En dat zeg ik me nou. Ik zag afgelopen week reed ik een stuk of 4 auto's achter vogel aan. Die ging maar ook om 12:07 ongeveer, 6:30, 12:07 richting Marum. Ja. Ik weet niet of dat Hennek was, maar wel een vogel. Oké. Okay. Misschien was het wel een vreemde vogel. Ja. Ja. Oeh, Arjen zegt dat er in FS22 een mod is die manure systeem heet. En daar zou een sleepslang in moeten zitten, zegt hij. Okay. Is mij nog niet getipt, maar... Weet je wat het is? Wij werken via een server. En een server heeft een hekel aan zulke gekke dingetjes. Ja. Dus, ja, altijd lastig om door... om door met... aan de gang te gaan. Maar als dat er is, ja, ik ben open voor het proberen. Er was toen de tijd ook altijd zo'n beregeningstoestel. Nou, dan kon je zo'n ding uitrollen, maar dat ding dat glitste over de hele map heen. Dat was niet te doen. Ook een soort van lange slang. Oh ja, die rekken. Ja. Dit is geen mais, my Johnny. Nee. Dit is suikerbietjes. Oké, ik kan wel klappen, zei Hennek. Sorry, wacht even. Hoi. Ik heb niks. Oh ja, Sardok. Sardok. Nog niet. Nee, maar dat wordt weer goed om dat, MJ van RS. Ja. Ja, keurig jongens. Keurig, keurig. Wat is dit slangenaankoppeling, Jelle, tussen de put en de tank? Dat is dan slangenaankoppeling. Oh, dat manure system. Ja, precies. Dat is dat je dus inderdaad bij de silo's koppelslang gebruikt moet en zo. Dat hebben we ook wel gehad. Dat hebben we ook al wel gehad, ja. Ja, dat hebben we bij 19 hebben we dat wel gehad. Ja. Dat was op zich wel mooi. Dat maakte wel leuk. Ja, ja. Daar was niks mis met. Wordt de kroon open van de tank, de kroon van de silo. Ja, dat was superleuk. En ja, dan werk je ook met slangen. En ik heb wel eens een keer iemand zien die had dat een beetje omgebouwd. Dat waren allemaal van die slangen Amacor. Mm. Zonder koppelstukken. Dus hij had die koppelstukken er weggetoverd en die slangen zaten dus zeg maar allemaal aan elkaar. En okay. Zo kon je dan een soort van sleepslang. Dat heb ik wel eens. Bert had ook wel een opmerking van, ja.
accu's te wisselen voor netstraal. Dat is gevaarlijk, hè? Zal me zo kennen, hè? Oh, wat is dit een machtige combinatie, jongens. Oh. Niks mis met, hè? Ik denk dat Ko hier ook van vreselijk van gaan eten. Klopt niet? Wat moet dat bak met koolsoort hier nog erg? Ja, of naar de oliefabriek. Of voor Ko. Augustus trouwens. Had ik echt iets moois bedacht. Ik was met die plank op Wilden aan de rit. En bij de zuivel waren de producten kloor. Butter en Kees. Daar heb ik even met de heftruck ben ik doorheen gereden. En met die heftruck op die plank op Wilden. En daar zo met de heftruck heb ik die butter en Kees loren. Okay. Dus had ik op een gegeven moment alleen nog Kees erop staan. Wist wat ik toen zei tegen de chat? Nee. Dit is net een Keesplankje. Oh, ja. Ik zet aan de heftruck erop staan, maar dat was een goeie. Jongen. Oh. Nee, ik moet iets verbeteren. Chris die zei het was net een Keesplankje. Maar ik zei tegen Chris, mag ik hem zelf gebruiken als dat ik hem bedacht heb? Oh, maar de asociaal die zei dan even credits van jij, joh. Ja, ja, zie je wel. Ja, woorden die puur met zal uit nodig hebben, zei Pep. Inderdaad. Nee, was Chris die zei, hey, het is net een Keesplankje. Ik denk, oh, ik zeg Chris, wat shit, die had ik zelf bedenken wil. Ja. Oh, maar speaker of 06. Ja. Als toen een overkaan beest, dan ben ik ook zo'n beetje biddy. Ja. Echt wel. Maar dan hebben we het er ook zo waard in. Ja, dan hebben we een hele mooie moment. Dat is een heel mooi moment. Een pracht moment. Een super timing. Maar zo'n saaibedje, dat kan wel vaker zijn doen. Ja, niks meer met saaibedje. Het is een extra bewerking, maar goed. Jongen, hier komt bieten onderin als kokosmaat. Nee. Bowlingbal. Ja. Rounded. Hallo. Maar dat vreet wel zoor. Goeie smeugjes. Christian 21-10 doet een... Supertje! Gouden mop Emus, die holden we erin. Ja, daar. Ja, hoor. Wobbers, maatschap, bedankt weer voor de gezellige avond. Het was weer een mooie afsluiter van de week. Chat, ook bedankt voor de gezelligheid. Tot de volgende. Lambert, hartstikke goed, ja. Jij bedankt voor de positieve belangstelling. Yes, zo super. Is het. Ik ben aan de kabel. Ja, ja. Waarom geven jullie Bram Kors een time-out? Rounded. Kijk even terug. Kun je een mooie leden sticker van maken? Ja, een mooie, ja. Ja. Trusten en bedankt voor de stream. Groet nu Silland. Silland? Oké. Ja, shine machine is weer te smal. En eigenlijk moet ik nog weer naar de overkant. Weer super stream, mannen. Dankjewel, Eddie. Super. Topper. Superleuk, man. En een groet terug van Chris, hè? Oh ja, dat had ik net al gezegd.
We gaan toch nog even met Bon Jovi. Ja, tot op de laatste centimeter komt er vol met die. Zie, dat is praat. Ja hoor. Ja. Rounded of Bram Cox. Jongens, als jullie even met mij willen babbelen, dan mag dat. Zoek mij even op via de Instapage. Mag gerust, zoek even een privéberichtje. En dan leggen we er even uit hoe het zit. Ja hoor. Machtig mooi werk dit, zegt Mitchell. Ja, zeker weet. Echt wel. Zo. Zit erin. Zit erin. Ja hoor. De Beaties, dan gewoon volgende week. Of van de week misschien al wel. Heb je in de Beaties. Oeh. Ja, het is geraden wat Drentse vaart. Ja. Zeker. Over 10 dagen ook weer naar Denemarken, Lambert. Oh, och, dan gaat er weer heen. Heeft wat van, heeft wat zien, Duits. MJ! Supertje! Supertje! Voor het museum is het alweer zo, Lord. Ja, voor het museum, go IST al zo laat, tranen van geluk. Oh, geluk ook nou. Ja, tranen van geluk, hè, dat klopt. Oh. Is de klok erop geliezen. Ja hoor. Lucky Nato die heeft volgende week zondag een toertocht met trekkers. Oh, de rommels. Ook altijd mooi. Maar dan moet je eigenlijk wel met een oldtimer. Dat is het mooiste. Ja. Ja, vind je dat mooi? Ja, vind ik machtig. Nou, dat was bij... en daar had ik ook wel heen wil trouwens. Sorry. Toe, onste zwaar. MCV die had een... IHC oldtimer dag. En dat was ook wel... Oké. Er reden ook een stuk of wat bij. Daar hadden we ook wel even kieken wel. Maar ja, dat mocht niet. Maar nee. Dat was ook wel opkomst volgens mij. Oké, MCV, dat zit ook bij Haas Agridor in die hoek nou toch, of niet? Ja, ze zitten in meerdere hoeken. Hè? Ze zitten in Exlo. Oh nee. Arjan doet 4,99 alvast voor de zorgverzekering. Sterkte, in ieder geval. Fijne week. En tot de volgende keer. Ik ga zo praten. Fijne week. Alvast voor de zorgverzekering en sterkte emu's. Ieder geval fijne week en een tot volgende keer. Ik ga horizontaal op de aarde liggen en fijne WK. Nou super chat! Dankjewel, jongen. Net dankjewel. Zo, welterusten. Tapper. Nee, maar wat Bok zei... Ah ja, die zit nou in Assen. En, ja. Tweede Exlomond, die kant op. Ja. Altemond, toch? Valtemond. Valtemond, ja. Ja, ik zat al te zoeken. Ik denk, klopt niet wat ik zei. MCV, de V van Valtemond. Ja. Ja, nee, ja, tuurlijk. Stom. Ik ben er zelfs wel een pokje weg zelf. Hoe ben je? Maar dat klopt. Ja. Maar die hadden ook een IHC oldtimer daar. Moet je van horen, snap ik. Ja. Maar, waar ben je? Oh, hier. Goeiedag. Oh, nou, daar had ik best wel even kijken wel, hè? Ja, dat had best wel even leuk geweest. Ja. Niks mis, maar... Maar dat was op dezelfde dag dat... was dat vandoor nou, of was dat guster? Die oldtimersdag? Dat weet ik niet. Geen idee. Nou, MCV kennende, ik zal wel zeggen dat het op zaterdag was. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, denk ik ook. Was weer een mooie stream. Telefoon nemen. Is in de maatschappij. Jullie zijn toppers. Dankjewel, Acropolos. Nee. Mooi man. Bart Dijk zegt Valtemond. Ja, nee, natuurlijk. Ach, wist ik ook wel. Maar soms dan kun je zo vast zitten in woorden. Dat kan ik niet vinden. Bram Cox zegt, die zegt sorry allemaal. Van, nou, dat komt allemaal wel goed, jongen. Erwin Lond, alvast tot de volgende maanden. En iedereen een goede nacht. Erwin, jij ook. Hè? En Lennart ten Broeke zegt tot de volgende. Tot in de pruimentijd zelfs. Ik nog. Mitchell, was weer een mooie streamkill. Tijd om de kist op te zoeken. Morgen weer vroeg de kist uit. Adios! Marco, weer wel. Oké. Marco staat, was weer een mooie man. Hartstikke goed, ja, Marco. Jos, tiet zich met mijn koffer in de deuk. Tot later hier in de chat. Jos, ook zo, hè. Fijne avond, zegt de Crazy Family. De Crazy Family doet ook nog even de 14e maand. Fijne avond. Goed bezig, goed bezig, goed bezig.
Magic zegt, bedankt maar weer voor de volgende stream. Wat weer een mooie. Och, ik helemaal lezen blim, jongens. Martin Pol, beterschap bij de volgende week. Duits, kom ik zo. Ach, MJ, jongen. Tranen van Supertje. Geluk betekent dat ik vrij ben van werk. Jongens, rustig maar uitgestoken tong. Okay. Oh, gelukkig. Ja, nou Supertje. Goed bezig, MJ. Maar nou moest wel uitleggen wat nou weer met die uitgestoken tong bedoeld. Dat weet ik ook niet. Maar bedankt allemaal. Laat ik het de volgende keer. Dikke stream, jongens. Bedankt, zegt Gritsen Herma. Nog bij de nou. Mooi, hè? Tot de volgende. Nou. Nou. Het was mij... ja, ik heb Co mist. Logisch. Ik ben hem... ja, het is inboedel, dus die... Maar nou is natuurlijk wel de vraag, heeft hij ons ook mist? Of ja, heeft hij niet. Die in ieder geval mist? Ik heb... Nou, weet ik niet. Hoop ik. Ja. Ik heb geen appje, niks. Hetzelfde geld zei de volgende week van, jongens, het beviel mij prima. De groen, bekijk het maar. Ja, nee, dat wil ik niet, hè? Dat zal toch niet? Dat gaat niet... Dat wil ik niet. Nee. Nee, dat kunnen we niet, hem. Nee. Nee, dat moet zeker niet, hem. Jongens, het was mij buiten al, ondanks het grote gemis van Koos, ja, mij een waar genoegen om met jullie deze stream te delen, Legend en speakers. Dat is toch wel fijn om te horen. Ja, zo. Ja, dikke dank. Ja. En dan wil ik jullie daarvoor nog even het woord geven. Zomaar een ijsje pakken voor die tong. Oké. Supertje! Maar Legend, wat vond Stefan van vanochtend? Ja, super. Geweldig. Weer een fijn publiek. Zeer positief. Hartstikke leuk in de chat. En ik dacht er wel een leuke op me, maar... daarvoor... iedereen dank. Zo is het. Spiekers? Nou, om even te beginnen en om even heel eerlijk te weten... Ik vond een dikke stront-uitzending. Nou ja, zeg. Heb ik heerlijk genoten. Positieve belangstelling. En ik heb mij weer kostelijk vermaakt vernoemd. Nou, mooie woorden, de speaker. Ondanks de stront-uitzending. Ja. Mensen, iedereen ook weer hartstikke bedankt voor de alles. Inclusief de likes tot 444 aan toe, wel niet. De cheers, de bits, de beers en de chips... En Nieuwies, Fort Museum, ik noem maar een zijstraat. Ongelooflijk, jongen. Iedereen hartstikke bedankt voor alles. Volg ons... NBA, natuurlijk. Ja, ook. Sorry. Ja, nou ja, ik kijk even links. Die zie ik bovenaan staan op dit moment. Maar bedankt voor alles. En volg ons nieuwe Instapage. Want die andere, mocht ik die ooit terugkrijgen... dan ga ik ook vanuit daar zeggen dat ik daarmee stop. Ik ga met deze verder. Dus jongens, bedankt voor alles. En sowieso ergens van de week zien we elkaar vast wel een keer weer. Ergens op Twitch of iets dergelijks. Mensen, bedankt voor alles. En tot de volgende keer. Mooi. 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 De stream staat in de weg, hij houdt hem in de maag. Een paar minuten weg, dan gaat het los. Wie ben hier voor de wol? Wie lul was dit wel vol? Wie hadden dit ook nooit verwacht? Dat dit zo wordt waardeerd, is ons alles niet. Ik snap het nooit, waar is nou echt de kracht? Die gewoon begon. Waarom al die vloer? De maatschappij aan de gang. Nee, wie ben nooit bang. Zomaar waar is woord omdraaid. Zelfs om in een beeld. Nee, noem dat verveeld. Maar omdat gaan we desinfecteerd. We gaan beginnen. Hier in vreun. Allemaal met mijn koor. Zijn haar.
De barrel houdt weer door. Die grondigen, die liggen allemaal met me voor. Zijn hart zonken en steun. De barrel houdt weer door. De show is door een pret, drapt in de chat. De doekers van alweer mooi laag. Met de abonnees is er altijd feest. Op z'n dag op met Emus en Co. Die grondigen, die liggen, allemaal met me koor. Zijn haak zonken me streun, de barrel maalt weer vloor.